Goedenavond, dames en heren, kijkers en luisteraars. Ik heet u allen namens VES, de VSB en ICT-associatie van harte welkom. Ik ben vanavond uw discussieleider, ook namens de verschillende ondersteunende media, TV en radiozender, ABC, People TV en Rasonic TV, wens ik u van harte welkom. Ik stel u mijn co-MC voor vanavond voor, de heer John Goedschalk. John heeft economie en internationale relaties gestudeerd in de VS en is directeur bij Conservation International. Ik geef het woord aan John. Goedenavond, kijkers. En goedenavond, Sherida. Kijkers, ik stel u alle voor aan Sherida Mormon, uw MC vanavond. Ze heeft ontwikkelingseconomie gestudeerd aan onze Anton de Kom Universiteit en werkt nu als consultant bij diverse bedrijven. Vanavond ben ik het contact met de mensen in de huiskamer. En die zullen ongetwijfeld weer veel vragen hebben voor de sprekers. Ik zie u straks terug. Sherida. Fantastisch. Dat wordt vast spannend vandaag. Nou, het doel van het dialoog is dat politieke partijen hun financieel-economische programma's, welke zij van plan zijn de komende jaren uit te voeren, toe te lichten. En op basis van vragen en commentaren van het panel en vragen van het publiek zullen ze dat verder uitdiepen. Uiteraard, dit alles om u als kiezer beter in staat te stellen straks wel overwogen keuze te kunnen maken. Maar er zijn uiteraard ook wat spelregels. Elke partij krijgt 10 minuten de tijd om hun economisch programma te presenteren. Hierbij zal de spreker gebruik maken van de door VES aangegeven thema's. Na elke presentatie volgt een debat met een deskundig panel. En wat dat betreft, de spelregels, dan verwijs ik weer naar John. John, hoe gaat dat allemaal met de spelregels vanuit de huiskamer? Nou, Sherida, wat we doen, net als in de vorige keren, zullen alle vragen van de huiskamer die via Zoom binnenkomen, worden gescreend door een team. En die geven het vervolgens door naar mij. Ik zal daar dan weer uit kunnen selecteren. En let wel, we gaan altijd op zoek naar kort en bondige vragen. Omdat het van belang is dat we natuurlijk de tijd goed in de gaten houden. Ja, inderdaad. Dus mensen, let u erop. Kort en bondig, heel helder de vragen stellen. Waardoor het voor ons ook als team makkelijker is. De partijen hebben thema's gekregen. En die worden dus op het scherm nu geprojecteerd. De onderwerpen zijn productdiversificatie en werkgelegenheid, de rol van MKB, dus weet je, op het gebied van productdiversificatie en werkgelegenheid, wat is die rol van de MKB, de midden, groot en klein bedrijven? En hoe staat het met jong ondernemerschap? Welke sectorale prioriteiten zijn er? En hoe gaat men om met de digitale economie als basis voor verdere ontwikkeling en groei? Wat zegt het fiscaal beleid van deze partijprogramma's? Is er een evenwichtige begroting? Welke maatregelen zal die overheid, zullen zij treffen om overheidsinkomsten te verhogen en, en verlagen van de uitgaven? Hoe ziet het monetair beleid uit? Wat is het wisselkoersbeleid? Hoe gaan de partijen om met de opbouw van de internationale reserve en afbouw van de staatsschuld? Eventueel ook een stabilisatie en oliefonds. Wat hebben de partijen hierover te zeggen? Wat is het sociaal beleid? Volksgezondheid, pensioenbeleid, hoe ziet het allemaal eruit? En wat gaan we doen met het overheidsapparaat? Public sector reform, privatisering, good governance, capaciteitsversterking, eventueel een structureel aanpassingsprogramma. Om het aan te geven dat die cijfers belangrijk zijn, verwijs ik naar de volgende slide. Daarin staan wat economische kengetallen die de stand van de economie in beeld brengen. En let wel, deze cijfers hoeven niet volledig accurate cijfers te zijn, maar geven wel de ernst van onze economische situatie aan. En de noodzaak om op korte termijn, weet je, dat wil zeggen direct na de verkiezingen, corrigerende beleidsmaatregelen te treffen. En dan ga ik meteen de cijfers met u doornemen. Die zijn bij mij op een blaadje, bij u op uw scherm. En die cijfers die zeggen als volgt.
dat wij, als het gaat om de overheidsuitgaven, ja, nu staat die voor me. Als het gaat om overheidsfinanciën, dan zien we dat wij een behoorlijk tekort hebben. Dat wij een tekort hebben van 7 miljard. Als het gaat om monetaire financiering, is de internationale reserve 554 miljoen, waarvan 300.000 miljoen geringfens is en 197 miljoen weten we niet precies waar dat is. Er is een staatsschuld. Als het gaat om de productie, dan moet er absoluut meer worden gedaan, want volgens IMF hebben we een reële groei van min 4,9%. De betalingsbalanssteun, daar zit er ook nog, is er ook een hoop werk te doen. Ook, ook ons overheidsapparaat, daar gaan we aan moeten werken. Als vooral als salarissen 40% zijn van onze inkomsten. Onze rating, onze doing business index en onze inflatie. Zijn allemaal van die cijfers die wij nu hebben, waarvan we zeggen, we need to change that. En wat zal het beleid zijn van wie er ook blijft of wie er ook komt, wat zal het beleid moeten zijn om hierin een kering te brengen? Nou, dan gaan wij verder naar de partijen aan u presenteren. Vanavond hebben wij twee partijen die deelnemen, ABOP en DA91. SDU heeft vanwege organisatorische omstandigheden, interne organisatorische omstandigheden, hebben zij afgemeld. Dus dan hebben wij vanavond namens ABOP, hebben we, laat me het goed uitspreken hoor, Gilbert van Lierop. Hij heeft bachelor in bedrijfskundige informatie en een master in strategic management en business administration. Hij is verder ook nog docent op HBO-niveau. En hij is ook nog voorzitter van het congresbestuur van ABO. Dat is de heer Gilbert van Lierop. Namens DA91 hebben we Angelique del Castillo. Zij heeft agrarische productie richting veeteelt gestudeerd aan onze Anton de Kom Universiteit van Suriname. Ze heeft ook contemporary diplomacy gestudeerd, heeft bij Peace Corps gewerkt en is ambassadeur in Indonesië geweest. En laatstelijk policy advisor bij BUSA. Aan de spreker, zoals we dat eerder hebben aangegeven, zou ik willen benadrukken dat u precies die 10 minuten de tijd hebt om die presentaties te houden. Dit om voldoende tijd open te laten voor discussie en de huiskamervragen te beantwoorden. Dus na 10 minuten, na 8 minuten gaan wij alvast een melding geven en 10 minuten gaan wij dus wel uw microfoon uitdoen. Ja? Dan ga ik nog even door hier. We hebben ook panelleden uiteraard. De panelleden voor vanavond zijn de heer Swami Girdari, die agrarische economie heeft gestudeerd in Wageningen. En we hebben ook nog, en hij is ondervoorzitter van de VES. En we hebben ook nog Stephen Debi-Persat, die vanavond die ook bestuurslid is van VES. En die vanavond dus het panel vormen voor vanavond. Wat er nu volgt, is dat wij filmpjes hebben van beide partijen, ABOP en DA91. En ik vraag u aandacht daarvoor. Aandacht voor het promofilmpje van ABOP. Ik ben erin. Oké, perfect. Goedendag, ik heet Priscilla Dausa, u kent mij als Pukushani. De informatie die ik vandaag voor u heb is het volgende. De ABOP is opgericht op 11 februari 1990. De eerste voorzitter was Petrus Dumini. De partij was een partij die werd gezien als een partij zonder kader, mensen zonder scholing. Hoe zouden zij Suriname dan veranderen? Wel, nu,
anno 2020 is de ABOP de partij met als missie Suriname bevrijden door duurzame ontwikkeling van het volk en het land Suriname zelf. Ik ben Priscilla Dausa. Ik heb gekozen voor de ABOP omdat ik vind dat ABOP in staat is om een balans te brengen in het verbeteren van Suriname. Samen kunnen we beter doen. Samen met de ABOP gaan we voor een beter Suriname. Dank u. Jeugdbeleid in Suriname is voor mij nog ver niet wat het wezen moet. Een goed en gedegen jeugdbeleid betekent bijvoorbeeld dat jongeren verzekerd zijn van een stukje perceel wanneer zij de school hebben afgerond. Dat jongeren, wanneer zij de school hebben afgerond, verzekerd zijn van een woning of verzekerd zijn van een baan. En ook dat jongeren hoe dan ook in de gelegenheid worden gesteld, de gelegenheid krijgen om onafhankelijk mee te doen, mee te denken en mee te beslissen. In een land waar dit alles niet in place staat, betekent dat het jeugdbeleid in zo'n land niet gezond is. Stem daarom op de ABOP als u wilt dat er een goed en gedegen jeugdbeleid geformuleerd wordt en uitgevoerd wordt. Stem ABOP 2020. Sportbeleid. Op de eerste plaats een sportbeleid gericht op verbeteren van topsport in Suriname. Door middel van gerichte begeleiding, stage in het buitenland, sportbeurzen en professionele sportorganisaties moeten sporters uit ons land gereed worden gemaakt om internationaal topprestaties te leveren. Het financieel en institutionele versterking van sportorganisaties is hierbij een belangrijk onderdeel van ons beleidsprogramma op het gebied van sportontwikkeling. Hiernaast zal er voor de totale gemeenschap faciliteiten worden gecreëerd voor vrije tijdbesteding zoals parken, speeltuinen en sportcentra. Deze maatregelen zullen niet alleen leiden tot een gezondere samenleving, maar ook tot de afname van het aantal hangjongeren in verschillende buurten. Ik ben Geneviève Jordan, kandidaat nummer 3 ABOP Marowijne. Ik zal het hebben over het onderwijs. Wij van de ABOP geloven dat onderwijs het fundament is van ontwikkeling. Vandaar dat we structureel zullen werken aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Suriname. We zullen ons onderwijssysteem aanpassen aan internationale standaarden. Ook zullen we komen met gerichte programma's voor het her- en bijscholen van leerkrachten ter bevordering van de kleuter- en het glo-onderwijs. Ook zullen we onze lesmethode aanpassen aan de hedendaagse technologie en methodiek. We zullen komen met voorzieningen voor computeronderwijs vanaf de basisschool. Ook zullen we onderzoek doen naar het implementeren van middelbare scholen in alle districten. Deze zijn slechts enkele punten waaraan wij zullen werken ter bevordering van het onderwijs in Suriname. Dank u. De ideologie van de ABOP praat over duurzame ontwikkeling en nationale bevrijding. De partij die gaat om kansen te creëren voor kansarmen. Ik kan me terugvinden in het feit dat de ABOP zegt om mensen te bevrijden uit armoede. Om het land Suriname te ontwikkelen op lang termijn. Dat is dus de reden waarom ik me terug kan vinden in de ideologie van de ABOP en waarom ik lid ben van de ABOP. Ik ben een bevrijdingsdenker. En al mijn activiteiten verbind ik vanuit het begrip bevrijding. ABOP heeft als basisideologie nationale bevrijding. En ik heb me aangesloten omdat ik streef naar een geïnformeerde en betrokken samenleving. Een samenleving waar mensen geïnformeerd zijn over het beleid dat gevoerd wordt, zodat zij uit hun eigen initiatieven dit beleid kunnen ondersteunen. Ik ondersteun openbaarheid van bestuur. Ik ben bij de ABOP om te streven om decentralisatie een realiteit te laten worden. Zodat mensen niet alleen ervan uitgaan dat Paramaribo het is, a centrum voor Alaboum. Nee, a Gudufa Kondre Musman Prati. Waar wij werken met lokale talenten, ideeën en het lokale streven van mensen om hun samenlevingen op te bouwen. Dat is ook Suriname. En daarom heb ik mij aangesloten bij de ABOP. Gengeling!
Beste mensen, goedenavond. In Suriname hebben we sociaal beleid nodig. We moeten transparant en oprecht zijn. Beleid waarin we waardigheid, rechtvaardigheid en respect moeten beleven. En dat kan met integere, eerlijke bestuurders. Ons DA91 kompas, dat leidt naar de sterke instituten, stoelt op eerlijkheid. Zodat we eerlijk bestuur hebben met eerlijke mensen. Integere mensen die rekening houden dat we niet alleen vandaag leven, maar ook morgen. Dus die groene strategie die de basis moet leggen voor schone buurten, voor veilige bewaakte grenzen, schoon drinkwater, een duurzaam bos, kindvriendelijke speeltuinen, geen illegalen, noch criminelen over onze grenzen. Onze route brengt ons naar de sterke munt. Weten dat wat je vandaag verdient, dat morgen nog waarde heeft. Dat sparen geen gunst is van slechts de rijken. Daarom gaan we ook ondernemen. We stimuleren de jonge mens om eerlijk aan zijn brood te komen, sterk en jong ondernemerschap. Eerlijk en hard werken levert namelijk economische groei. Ons buitenlands beleid geeft daaraan een extra boost. Goede vrienden die staan voor rechtsstaat en democratie en die ons ondersteunen op weg van de nieuwe technologie en een hervormde en efficiënte overheid. Want nu we ondernemen en eerlijk werken, kan die overheid diensten bieden die nodig zijn voor verdere groei. Waar mensen goed betaald worden en ook deskundig zijn. Wij als Surinamers samen vormen de moderne ontwikkelde samenleving. Die moderne ontwikkelde burger. We doen politiek anders omdat Suriname het verdient. En omdat het gewoon moet. Zo gaan we op weg naar die nieuwe republiek. Ik dank u. Zo, dan hebben we deze twee filmpjes gehad van ABOB en DA91. Voor alle kijkers die er net bij zijn, nogmaals van harte welkom. We hebben vandaag het vierde debat en het vijfde, tevens laatste debat, hebben wij aanstaande donderdag om 14 mei. Na deze debattenserie heeft VES nog twee interessante dingen voor u in de pijplijn. En hiervoor gaan wij kort praten met het VES-bestuurslid Lunise Heuvel. Lunise, mevrouw Lunise. Hi. Sherida. Hallo Sherida. Kijkers, ja? Luisteraars. Ja, de VES heeft nog meer activiteiten in petto. Op vrijdag 15 mei hebben we een activiteit in haar roepgebouw. 1 is dat. Het is een discussieavond. Het thema, de titel van deze discussieavond is Goede Cijfers, Goede Tijden. De heren Gerard Lau en Steven Dibby-Persat zullen een demonstratie doen van de uitkomsten van verschillende beleidsmaatregelen aan de hand van een nationaal rekenmodel. Voorafgaand aan deze presentatie is er een nabeschouwing. Dat wordt gepresenteerd
En het gaat over een debattenserie die de VES in samenwerking met de VSB en de ICT-associatie heeft gehouden. Deze nabeschouwing wordt gepresenteerd door Faiklau Mohamed, Julius Vriesde, Glenn Truideman en Carla Boetius. Natuurlijk, vanwege de COVID-maatregelen is er op dit moment een samenscholingsverbod van meer dan 50 personen bij elkaar. Daardoor zijn er beperkte plekken beschikbaar indien mensen belangstelling hebben om dit bij te wonen. Er volgt nog heel wat informatie hierover via de media. En op de website van de VES en de Facebookpage zal er ook nog informatie verstrekt worden. Zijn mensen geïnteresseerd? Dan kunnen ze mailen naar het e-mailadres van de VES en dat is info@ves.sr. Bijzonder is deze discussieavond wordt ook live uitgezonden op de YouTube-channels en op via televisiestations. Dat is niet alles natuurlijk, we hebben nog veel meer activiteiten. Dat wist je al, hè, Sherida? Ja, welke hebben we nog meer? Dus op de 15e mei hebben we goede tijden. Goede cijfers, goede tijden. En goede. Daarna volgt? En daarna hebben we op maandag 18 mei de primeurtje, crème de la crème dus. Het traditionele economisch debat. Bij dit debat worden dus 4 politieke partijen uitgenodigd die bij de laatst gehouden opiniepeiling het hoogst hebben gescoord. En deze politieke partijen worden in staat gesteld om hun kijk op de economie en hoe ze dat zullen aanpakken te presenteren. Er is een panel en er zijn mogelijkheden voor huiskamervragen. Natuurlijk, ook hierover volgt er een heleboel informatie. Dus op een Facebook. Ja, op Facebookpage en ook op de website van de VES. Alright. Het wordt ook live uitgezonden via radio en televisie en ook YouTube-channels. En indien mensen informatie willen, nadere informatie willen, kunnen ze contact opnemen met Swami Girhari. Zijn telefoonnummer, dat kan ik ook doorgeven als dat nodig is. Dat kunnen we misschien tegen eind van de avond weer herhalen voor de cijfers. Ja, dat dacht ik ook. Dus eind van de avond zien we je terug om nog weer eventjes de mensen uit te nodigen voor beide activiteiten. Ja, doen we. Ik nodig ze straks weer uit. Oké, geweldig. Dankjewel, Lunice. Nou, kijkers. Dankjewel. Voor het geval u dus het economisch dialoog hebt gemist de afgelopen 3 jaren, dan willen wij verwijzen naar een korte indruk van de afgelopen 3 dialogen. Een samenvattend filmpje van de 3 dialogen die er gehouden waren door VES. Ik denk dat de 3 dialogen... Ja, dat deze verkiezingen extra bijzonder zijn, omdat we allemaal bekend zijn dat we al in een recessie waren. En nu met de COVID-19-pandemie de problemen en daarmee ook de uitdagingen viermalen groter zijn. We hebben doorgecreëerd door economisch beleid. En het beleid wordt gemaakt door die 51 mensen die we samen op 25 mei gaan kiezen. Ik wil de politieke partijen vragen om met concrete plannen en voldoende diepgang ons te informeren over wat zij gaan doen om de vele opportunities die er zijn optimaal te benutten en om vooral de vele uitdagingen te overkomen. En komt u niet met mooie en goede oplossingen. Dat willen we niet horen. We willen de real solution horen. De pijnlijke sociale keuzes horen. Geen algemeen leden. Probeer concreet aan te geven wat je van plan bent te doen, hoe je dat gaat doen, wie je daarbij gaat betrekken. Wees eerlijk en leg heel gedetailleerd, als het kan, met cijfers uit hoe je ons, de kiezer, uit deze positie van internationale bedelaar, van wanbetaler, gaat halen. Als u het over heeft, het verhogen van de brandstofprijs, dan moet u dan kunnen aangeven met welke percentage en hoe je de en wat de coördinatie is aan de totale samenleving. Anders kan de politieke partij ook zeggen van, oh nee, we gaan naar de maan en verder zeggen we niets. Dus een aantal maatregelen moet u wel concreet kunnen uitzetten. Als ik zeg dat ik de brandstofprijs van afgehoog heel te reden, ik zeg van dat is gekoppeld aan het wegenonderhoud. Dat betekent dat je dus inzage moet hebben in de kosten van wegenonderhoud. Eerste ding wat de nieuwe wind gaat aanbieden en voorstellen en zelf
laten willen uitvoeren, is alle leningen van het land gewoon bevriezen. Want als je de leningen hebt bevroren, betekent dat je overgaat tot onderzoek. De VHP wil dus voldoende faciliteiten en accommodaties in het leven roepen door te gaan van die 43 euro naar die 100 euro en te gaan van 33.000 echte toeristen naar 250.000 toeristen. Totaal is dat een bedrag van 3,1 miljard dat wij beogen te gaan terughalen. Hoe gaan wij het terughalen? Mooie vraag. Allereerst, als Tree regeerverantwoordelijkheid verkrijgt, gaan wij ons Openbaar Ministerie echt versterken. We gaan een speciale afdeling oprichten bij het Openbaar Ministerie om zich alleen te richten op het analyseren van de geldstromen en om de corruptie te bestrijden. Ik wil graag vernemen hoe de VHB aankijkt tegen erkenning van collectieve rechten, zoals het in de volksmond bekend staat als gronde rechten. De VHP is een groot voorstander van de erkenning van grondrechten. Wij zeggen de mensen, we beloven ze één ding. Je gaat een goed salaris verdienen en in een duurzame sector, maar laat je opleiden. Volk, het land heeft geen enkele probleem eigenlijk. Het volk wordt armer en armer, maar het land maakt miljoenen of miljarden zelfs. We horen ook meer aandacht te geven aan creativiteit in ons onderwijsprogramma. Want creativiteit is het fundament van een ondernemer. Je moet altijd flexibel zijn en oplossingsgericht kunnen denken. Zeg dan, we gaan hulp moeten zoeken. We hebben geen geld om de mensen te helpen. Het enige wat we wel moeten doen, we moeten wel een goed opvang, een goed plan ontwikkelen. Ons jarenlang gefocust op onze goud en op onze olie. Maar ik denk dat een nieuw seizoen is aangebroken om ons te gaan richten op andere bronnen of andere hulpbronnen, om het zo te zeggen, die geld in het laadje kunnen brengen. We gaan dus voor in eerste instantie stabilisatie, vervolgens herstel en groei. Dat kan je alleen doen als je visie, kennis, ervaring en een netwerk hebt. En daarvoor moet je integer zijn, je moet durf hebben, drive hebben en inclusief. Een belastingplan willen koppelen aan een regeerakkoord. Er is eerder aandacht gevraagd voor herschikking van lenen en rentebetalingen. Maar wat we ook of belangrijk vinden, is dat van een bezuinigingsplan met het oog op kostenefficiëntie. Ik heb aangegeven verhoging van de omzetbelasting 2020, maar gaandeweg ook dat je de belastingschijven gaat wijzigen en dat je ook BTW gaat heffen. En dat als je BTW gaat heffen, dan ga je dus die omzetbelasting dan afbouwen. De verkoop van de conversie van domeingedom naar eigendom, bebouwing en bewoning, dat is een concrete inkomstenbron voor de staat. Wij willen ervoor zorgen dragen dat de bevolking weer actief is en gaat werken, de armen gaat gebruiken en gaat stoppen in de productiesector. Wat ik nu zie is dat de overheid tegen ondernemers vecht. In het programma staat saneren van het overheidsapparaat. Ja, maar we hebben dus ook aangegeven, het is allemaal op vrijwillige basis. In de agrosector willen we gaan werken aan clustering en processing. Er is eerder al gesproken over ICT. We willen dat e-government gaan invoeren. Heel belangrijk hierbij is een stukje e-procurement bij de overheid om zo ook corruptie terug te dringen en transparantie aardig te vergroten. Waar A20 dus steeds blijft stilstaan is dat we dus willen gaan doen aan de groenteteel, fruitteel en met name kassenteel. Ik denk aan de pluimveesector. Dat betekent dat we dus geen buitenlandse kip meer zullen hoeven te importeren. We denken zelfs aan het maken van voer. Op dit moment wordt het openbaar vervoer gesubsidieerd. Dat is een van de subsidies die afgebouwd zal moeten worden en het marktmechanisme laten werken en die prijs komt tot stand. Je gaat ook stopzetting van de toelagen van de ex-hoogwaardigheid bekleders. Ex-minister, ex-directeur, ex-dit. We moeten een wet maken om dat gelijk stop te zetten, want dat is heel veel geld per jaar. Hoe krijg je meer geld in de zakken van meer burgers? Interessante vraag. Daarom zien wij goud als een van de hoofdpunten om stabiliteit terug te brengen in Suriname. De sfeer, de omstandigheid om te kunnen devalueren is daar. Je kunt er niet omheen. Is een mogelijkheid van een totale dollarisatie van de economie mogelijk? Dus laten we het misschien vanuit een andere perspectief bekijken. Nou, als ik daar antwoord op mag geven, wij gaan de koers niet loslaten. Waarom? Wij hebben geen fundament om de inflatie te beteugelen en daarom zet Stree zo erg in op goud. Ik wil aan de BEP vragen, want ze zitten in de regering. Wat kunnen zij doen nu? Want hij zegt hij gaat belasting veranderen, meneer van de BEP. En belastingssysteem veranderen, maar hij zit 5 jaar in de machtscentrum. Deze debattenronde zijn bedoeld. En om partijen de gelegenheid te stellen om hun beleid voor de komende periode met de samenleving te delen. Wat me verbaast is dat van de 17 politieke partijen
slechts 7 een verkiezingsprogramma hebben gepresenteerd. Als het zo ernstig gesteld is, right? En als we een koers opvaren die desastreus is, hoe kan het zijn dat in het bijzonder in de communicatie naar het grotere volk toe, dat een politieke partij 2 weken voor de verkiezingen dat nog niet openbaar kan maken? We hebben bij meerdere gelegenheden, ook in bijzijn van de pers, hebben wij aangegeven dat wij beschikken over een verkiezingsprogramma. Ja, het is transparant. Als u het wil zien, kunt u ons vragen. Dan gaat de wetenschappelijke bureau het voor u mailen. Als u wilt, dan mag u het publiceren als u wilt. Zo, dan heeft u dat filmpje gezien. Deze debatten zijn er allemaal om u te informeren over het beleid van de verschillende politieke partijen. Deze filmpjes zijn allemaal weer te zien op onze Facebookpage van VES, maar ook op dat, de Facebookpage van ICT Associatie. Mag ik nu voor de opening toespraak uitnodigen de voorzitter van de Vereniging Economisten Suriname, de heer Winston Ramotashin. Winston kan starten. Goedenavond, dames en heren. En ik richt mij wederom in het bijzonder tot de kiesgerechtigde Surinamer. De Surinamer van 18 jaar of ouder. Die over 2 weken gaat bepalen wie onze 51 nieuwe leiders gaan worden. Die de komende 5 jaar ons hele leven gaan beïnvloeden. And it's all about the economy. Of we nou praten over welke sectoren we gaan ontwikkelen of over waar gaat er werkgelegenheid gecreëerd worden. Hoe gaan we het doen met de ontwikkeling van het binnenland? It's all about the economy. En economisch beleid en sociaal beleid gaan hand in hand. Want je hebt niks aan economische ontwikkeling als de sociale achterstand behouden blijft. Maar aan de andere kant kan je ook geen sociale vooruitgang hebben als die economie stagneert of in een crisis verkeert. Dus belangrijk is deze discussie over welke economische beleidskeuzes zijn van belang om welvaart en welzijn in dit land te garanderen. Armoede, we zeggen dat is onze grootste vijand, overkomt ons niet. Het komt niet uit de lucht vallen. Het is het gevolg van beleidskeuzes van politici die wij hebben gekozen. En iedere keer weer blijkt dat we teleurgesteld raken door de verkeerde beleidskeuzes die ze maken. En ik blijf herhalen, je hebt 3 dingen nodig voor welvaart in een samenleving. Goed beleid, goede beleidsmakers en goed geluk. Dat laatste hebben we gehad met die oliefondsen. Dat gaat ons op lange termijn welvaart brengen. Die eerste 2, het goede beleid en vooral die goede bestuurders, die moeten we over 2 weken gaan selecteren. En dat, ik vraag u om heel nauwgezet te selecteren op basis van wat ze voorstaan, wat ze van plan zijn te doen. En op basis van hun track record natuurlijk. Let wel, deze 51 mensen, het zijn die 51 mensen die we in 2015 hebben gekozen, die ons hebben gebracht waar we nu zijn. Zijn we tevreden? Als we tevreden zijn, dan gaan we weer op die mensen stemmen. Als we niet tevreden zijn, dan weten we wat we moeten doen. Ik kan u wel zeggen dat we op dit moment aan de rand van een economische crisis staan. Een crisis die we nog nooit eerder hebben gekend. En het is moeilijk om dat te voorspellen, maar als de economische tekenen ons niet bedriegen, gaan we hele moeilijke tijden tegemoet, waarbij we allemaal zonder aanzien des persoons een stuk armer gaan worden. En die politieke partijen die zich aandienen, die mensen die zich aandienen om ons te mogen leiden, aan hun wil ik vragen, wees eerlijk, vertel het eerlijk verhaal. Het is niet zo dat die kiezer voor de gek wil worden gehouden, belazerd wil worden. Ze willen het eerlijke verhaal horen. En bovendien, al die leugenaars, die mensen die je mooie verhalen hebben verteld, zijn allemaal al door de mand gevallen. Al die mensen die koers zouden zakken, al die Dubai-verhalen, zal ik verder gaan? Nee. Die zijn allemaal al door de mand gevallen. Aan de politici vraag ik, geef het goede voorbeeld.
begin met het goede offer te brengen. En dan gaat het volk wel meegaan. Aan de kiezer, de kiesgerechtigde, ga vooral stemmen. Ga vooral stemmen. U bent het niet alleen aan uzelf verplicht, want het gaat alles voor u bepalen de komende 5 jaar. U bent het ook aan uw kinderen verplicht. Aan de 2 vertegenwoordigers vanavond wens ik veel succes, een vruchtbare, maar vooral sportieve discussie. Goedenavond. Dankjewel, heer Ramo Tarsing. It's all about the economy. Sociaal, de sociale sector en de economische sector, die gaan hand in hand. Wij vervolgen ons programma met ons hoofdprogramma, met de presentatie van de heer Gilbert van Lierop. Goeiedag. Ik ga direct met mijn presentatie starten. Ja, de presentatie die ik vandaag ga verzorgen, van crisis naar ontwikkeling en voorspoed, dat is de naam van ons ontwikkelingsprogramma. De afgelopen 10 jaar hebben we occasie voor bijna alle districten van Konde, als je naar Marowene gaat, van Marowene naar Nikeri. En als je als de Stranasma, Sadewani, gaat iedereen tegen je zeggen van ik wil ontwikkeling. Maar ontwikkeling voor iemand in Nikeri is anders dan ontwikkeling voor iemand in Sipaliwini. Dus wat hebben wij van AWOP gedaan? We hebben toen gezegd, we gaan ontwikkeling definiëren. En dat hebben we gedaan door een duidelijke visie te stellen voor Suriname. En dan zeggen we, wij willen in de top 60 van alle landen in de wereld behoren in 2030. Hiermee geven we een duidelijke droom aan. Een duidelijk streven dat wij als samenleving naartoe moeten werken. Dus we zeggen, Suriname als een van de top 60 landen in de wereld wat betreft GDP per capita. Welzijn, gezondheidszorg, onderwijs, levensverwachting en ondernemerschap. En dit heeft dan invloed op hoe de overheid functioneert. Maar je moet eerst kijken, waar staan we nu? Dus als je nu kijkt, er zijn ongeveer 196 landen in de wereld, 200 afhankelijk van wie je vraagt. Als je kijkt naar GDP per capita, zit Suriname op plaatsje 90. We zijn te vergelijken met Colombia. Als je kijkt naar levensverwachting, zit Suriname erg op plaatsje 100, 110. Als je kijkt naar ons educatiesysteem, zie je dat Suriname ook ergens op plaatje 100 van de 200 landen komt. Praat over gezondheidszorg, zitten we ook ergens onder de 100 van de 200 landen in de wereld. En ease of doing business, het is makkelijker om business in Guyana te doen dan in Suriname. Het is zelf een beetje makkelijker om business te doen in Ethiopië dan Suriname, dus dat is de huidige stand van zaken. Dus hiermee geven we een duidelijke ist en een sol, dus een duidelijke startpositie en waar we naartoe willen gaan. Dus dit is de visie volgens, als je ons vergelijkt met de 200 landen in de wereld. En wat dit dan creëert, als je kijkt naar de overheid, de verschillende ministeries zijn dan wel losse puzzelstukjes. Dus de ene hand, de linkerhand weet niet wat de rechterhand doet. En met deze visie, de 30 vision van de ABOP, kan je dan indicatoren koppelen aan beleidsgebieden, maar ook indicatoren koppelen aan prestaties van de minister, van de directeuren, et cetera, waardoor de overheid effectiever gaat werken. Maar we zitten in een crisis, dus we weten dat de komende 2,5 jaar, de komende 3 jaar, een uitdaging is. Dus we hebben de eerste 6 maanden, we hebben een 3-fase plan opgesteld. De eerste 6 maanden gaan we inventariseren, we gaan een realistische officiële wisselkoers vaststellen. We gaan bepaalde wetten aanpassen, zoals de anticorruptiewet moet versterkt worden en uitgevoerd worden. We gaan kijken, kwetsbare groepen inventariseren. En je moet crisismanagement en een stabilisatie- en herstelprogramma doorvoeren. Maar dit gaan we niet alleen, we gaan zitten met alle actoren in Suriname. Ondernemers, noem maar op, om het samen op te stellen. In tweede fase kan je dan gaan naar invoering van BTW. Dit is slechts een snapshot, hè, want ze kunnen ook parallel lopen aan elkaar. Transformatie van het uitvoeringsapparaat, vooral informatiemanagement is belangrijk. Maatregelen met betrekking tot subsidiebeleid. En in de derde fase praat je dan over modernisering, elektronische betalingssystemen, diversificatie van de economie, goed kanaliseren, opbrengsten van onze natuurlijke hulpbronnen. En dan moet je de totale staatsschuld moet teruggebracht worden naar 60% van het BDP. In 3 jaar tijd, en dat is gebaseerd op de wet van 2002, waar we eigenlijk terug naar willen gaan. Als je het hebt over een stukje bureaucratie, het is net als, het is net als een boot. En aboto e sungu, omdat hij nakwa ijsberg, maar energie saip sana, na onder zee. En dat is dat ding wat je niet ziet, wat niet zichtbaar is, is de bureaucratie, de corruptie, et cetera. Hoe gaan we dit oplossen? We gaan dit systeem transparant maken.
Hoe gaan we dit transparant maken? Eén centrale database voor de hele overheid. Eén software systeem voor de hele overheid. Je praat over enterprise resource planning systemen, waarbij je alle ministeries aan koppelt. Ook belastingdienst, zodat je inzage hebt in een centrale database. Als je praat over diversificatie, dan een fenomeen zoals gekleurde diesel of rode diesel. We kunnen met staatsolie gaan praten en dat bijvoorbeeld ondernemers diesel voor een goedkopere prijs krijgen. Denk aan de raceboeren, waardoor de prijs gaat droppen. Maar ook buschauffeurs en zo, waardoor we de prijs ook droppen als we subsidies gaan verminderen. Als je praat over uitgavenverlagende maatregelen, denk aan het opschorten van het aantal vrijstellingen. De overheid besteedt ongeveer 400 tot 600 miljoen SRE op jaarbasis aan vrijstellingen, dus invoerrechtenvrije importen. We kunnen ook kijken naar rationalisatie van het subsidiebeleid. Volgens het IMF is de subsidie van 2020 voor EBS gesteld op 1,3 miljard SRD. Dus als we dit kunnen met de 450 miljoen verminderen, is dat aardig wat. Als je het hebt over het verminderen van het overheidstekort, inkomstenverhogende maatregelen, belasting op leegstaande percelen verhogen, aanpassen van de kosten van grondhuur. We verwachten dat we tussen 80 en 100 miljoen SRD per jaar hierdoor kunnen opleveren. We gaan de informele sector aanpakken. Hierbij kan je denken aan illegale goudwinning, maar ook illegale handel, dus bijvoorbeeld sigaretten en illegale alcohol. Hiermee kunnen we significant verdienen. Als je kijkt naar de kleine goudsector, deze heeft momentele exportwaarde van 400, 500 miljoen, maar we halen maar 8 tot 10 miljoen US dollar aan royalties. Dus dit moeten we aanpassen, zodat we tussen 60 en 80 miljoen. En hierdoor komt ook geld vrij. Als je kijkt naar de bosbouw, de AOP heeft een eco-sponsor-programma, waar je bijvoorbeeld een sponsor een tree, en hiermee kan je veel geld verdienen, omdat het een hot topic is, hebben we veel trees. Maar je kan ook denken aan houtverwerking, gezaagd hout, maar ook minder aantrekkelijke houtsoorten voor export. Bijvoorbeeld bamboehout kunnen we pulp maken en exporteren. Bijvoorbeeld China heeft bijvoorbeeld altijd een tekort aan pulp voor om papier te maken. Als je zegt, als je denkt aan een voedselschuur, denk je van, hoe gaan we doen met landbouw? Ja, dus dan moet je kwaliteit van landbouw verhogen. Je denkt aan aquaponics, hydroponics. Maar een heel interessant ding is, wat we willen doen, is digitaal betalen. En dan bedoel ik niet digitaal betalen met een smartphone of zo. Maar Afrika heeft een heel mooi systeem dat ze M-Pesa noemen. Dus je kan gewoon met je simkaart. Dus denk hierbij aan, stel dat wij iemand die een bus binnengaat, moet met zijn simkaart betalen. We kunnen dan direct zien hoeveel mensen die worden vervoerd. En dan kan je effectiever omgaan met benzinetoelagen. Twee minuten. Als je denkt aan toerisme, we hebben geen zanden, we hebben geen seas, sand en dingen. Dus we kunnen heel veel geld maken met casinotoerisme. Als je denkt aan Brazilië, er wonen 2 miljoen mensen in Belém. Is 2 uurtjes vliegen, daar is casino illegaal. Maar het gaat om hoe ga je om met je resources. Dus Suriname Investment Fund, niet alleen de winsten van olie, hout en goud, maar ook assets willen we erin stoppen. En dan kan je tegen internationale lage rentepercentages uitzetten en lage procent leningen geven aan Surinamers. En om te eindigen, want ik denk dat ik probeer me aan die 10 minuten te houden. Het is een land nog nooit gelukt om ontspoorde economie te herstellen zonder er offers gebracht worden. Dus door de bevolking gebracht worden. Maar ondanks de huidige situatie geloof ik en geloof de AOP in de kracht en de potentie van het volk. En als wij samen hard werken, geloof ik nog steeds dat Suriname binnen 10 jaar tot de top 60 landen van de wereld kan behoren. En dat was de presentatie. Ben ik binnen de 10 minuten gebleven? U bent binnen de 10 minuten gebleven. Thank you very much. The 2030 vision van ABOP. Heer Lierop, dank u wel. Dan gaan wij meteen naar panelist Swami Gidari. Ja, goedenavond kijkers en luisteraars. Meneer Gilbert van Lierop heeft aangegeven dat u een crisismanagement, stabilisatie en herstelplan wenst uit te voeren in 3 fasen. In fase 1 heeft u aangegeven dat u in een termijn van 6 maanden de koers wenst te stabiliseren. Op dit moment hebben we meerdere koersen in Suriname. Ja. En u weet wat de straatkoers op dit moment is. Het gewone volk kan niet aan valuta komen, heeft dat hard nodig. Hoe denkt u in die 6 maanden de koers te stabiliseren? En op welk niveau denk je dat het zal komen? Daarom is die inventarisatie heel erg belangrijk. We gaan het samen doen met de Centrale Bank van Suriname.
Maar die inventarisatie is, zoals je weet, economie is geen exacte wetenschap. Dus het is moeilijk om voorspellingen te doen. En we weten op dit moment niet helemaal wat er aan de hand is. Dus die inventarisatie is heel erg belangrijk. Dat we gaan zitten met alle actoren. En vooral met de Centrale Bank van Suriname. En dat we dan gaan samen zitten en gaan bepalen wat een realistische koers is. Want als je nu kijkt naar bijvoorbeeld Telesur. Telesur hanteert een koers van 7,5. Dus als je dat gaat verhogen, dan dat wordt bellen aanzienlijk duurder. Dus we moeten, de crisis waar we nu in zitten is heel erg nieuw en we moeten het samen doen. We moeten het samen doen. Meneer Goedschalk, is er een vraag vanuit de huiskamer? Ja, Rashidida, die is er zeker. En hij leest als volgt. Hoe denkt de ABOP jong ondernemerschap te stimuleren, vooral voor de mensen in het binnenland? Wel, dus daar kom je snel op die rode diesel van Stasol. Dus rode diesel is eigenlijk diesel die wat goedkoper is, dus dat waar je minder accijns op zet. En bijvoorbeeld, dit kan een groot effect hebben voor de mijnbouwsector. Omdat je dan, minusap if you go to ba, maar if je roka go to, dat je begint te bouwen om een bari olie bron voor fin go to, is dat toch? Dus als je de kosten daarvan, als je echt praat over we willen afstappen van olie, dan moeten we echt stappen naar Stasol en zeggen juist, luister nou jongens, we willen die diesel goedkoper voor ondernemers beschikbaar stellen. En dat is een van de manieren hoe je ondernemerschap stimuleert. Diesel goedkoper voor ondernemers. Dan gaan we naar Steven. Steven, je mic is nog uit. Ja, meneer Van Lierop. U noemde rationalisatie van het subsidiebeleid. En gaf zelf het getal van 1,3 miljard SRD daaraan. En het rationalisatie hiervan zal zo'n 400 miljoen SRD moeten opleveren op jaarbasis. Met hoeveel zal de ABO de stroomprijs verhogen om dit bedrag binnen te halen? Dus hoe weet je niet, als we de stroomprijs hoeven te verhogen, je kan de efficiëntie bij het bedrijf ook verhogen, waardoor je de prijs misschien verlaagt. Dus daarom is de inventarisatie heel erg belangrijk. Zit er veel lucht in de prijs bij EBS? Wat is die lucht? Hoe halen we die lucht eruit? Een van mijn punten is ook dus digitalisering van de economie. Als je bedrijfsprocessen gaat analyseren en richtig maakt, efficiënter maakt en zicht en transparant maakt. Dus daarom is de implementatie van één software systeem voor de hele overheid van belang. Want als je kijkt naar het informatiebeleid binnen de overheid, is heel erg zwak. En daarom worden er slechte keuzes gemaakt en slechte beslissingen, omdat de beslissingen gebaseerd zijn op slechte informatie. Dus, uw partij heeft niet een concreet actiepunt wat binnen het uitgavenbeleid van de overheid, wat dit ontzettend groot bedrag zal moeten binnenhalen op jaarbasis. Wel, dus je kan kijken naar het subsidiebeleid, hoeveel we subsidiëren aan, hoeveel we geven aan goederen die invoerrechten vrij worden gegeven. Als je het zegt van 400 miljoen SRD halen we importen voor belastingvrij. Als we daaraan kijken en dat kunnen wegwerken, dan praat je al over een significante besparing. Kijk, ik heb ook aan het einde gezegd, geen enkele crisis wordt opgelost zonder dat we offers brengen. Het is heel realistisch. Als we bijvoorbeeld niet met Oppenheimer aan tafel zitten en het zijn kapitalisten, dus je kan goed onderhandelen, maar als ze zeggen van luister nou jongens, jullie moeten betalen, dan moeten we gewoon even kijken van waar wij gaan moeten snijden. Bijvoorbeeld iets waar we kunnen kijken naar is, ik ben het niet eens dat een minister bijvoorbeeld de rest van zijn leven geld moet krijgen. Je weet toch, als je kijkt naar, als we dat besneden van bijvoorbeeld, in Nederland is het gangbaar dat de minister nadat ze aftreden nog 2 jaar een salaris krijgt. Dus daar kunnen we verschrikkelijk op besparen. All right, dus bezuinigen. Dat zijn van de regels. Dan gaan we dus nu naar John, huiskamervragen. Zijn er huiskamervragen? Ja, Sherida, zeker. Een heel concrete vraag hier. Hoe gaat ABOP de publieke sector hervormen? Nou, we gaan het samen moeten doen. Want zoals je weet, internationaal is het een unieke situatie. COVID heeft, als je nu kijkt naar de prijs van benzine, de internationale marktprijs van een barrel olie. Als je kijkt naar bijvoorbeeld dus de internationale marktprijs van olie, dus als voor ons moet het rendabel zijn om $55 per barrel. Maar om de publieke sector, dus bijvoorbeeld ik
vanwege die avondklok. Als je kijkt naar bijvoorbeeld mensen die bij NASCIP werkten, zijn al 2 maanden broodeloos. Docenten, ik ken docenten die al 2 maanden niet betaald zijn. Ze zijn 2 maanden achter met huur. Ik heb vrienden die in de toerisme sector zitten en hun contracten zijn niet verlengd. Dus het is een verschrikkelijke moeilijke situatie. En dus wat we moeten doen is die eerste 6 maanden, en in die eerste 6 maanden, misschien de eerste, wij moeten direct met iedereen aan tafel zitten. En dan is het niet, ik ben van de ABO of ik ben die kleur of die kleur. Nee, we moeten het samen doen, want het is een verschrikkelijke situatie waar we in vinden, waar we momenteel in zitten, nationaal en internationaal. Samen doen. Swami, welke vraag heb jij? Ja, meneer Van Lierop, op dit moment zitten we met een enorme schuld, een tekort op de begroting van ongeveer 7 miljard SRD, 7000 miljoen. U heeft een aantal maatregelen aangekondigd aan de inkomstverhogende maatregelen, zoals belasting op leegstaande percelen. Mogen aannemen dat de ABOP onroerendgoed belasting zal heffen. En ondanks de maatregelen die u heeft aangekondigd, zal het toch een groot tekort zijn. Hoe denkt u dat gaat te vullen? Nogmaals, die inventarisatieperiode is heel erg belangrijk. Wij gaan moeten, kijk, een stukje, je kan met beleid komen, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar organisaties die in crisis zitten en hoe ze eruit zijn gekomen, kan je gewoon denken aan een IBM. En dan denk ik aan ik hoor u voor de tweede keer zeggen, voor de tweede keer op mijn vragen zegt u gaat inventariseren. Mogen aannemen dat de eerste 6 maanden dus eigenlijk niet zal gebeuren? Nee. Niet inventariseert. We hebben inventarisatie, maar je weet pas wat er precies gaande is, hoe diep het gat is wanneer je daar komt. Bijvoorbeeld de minister van Financiën heeft al een poosje geen cijfers gepubliceerd. Dus je kan nu aannames maken en op basis van die aannames kan je zeggen we gaan dit en dat doen. En dan komen we aan de macht en dan zeggen jullie van ja, maar jullie hadden gezegd dat jullie dit en dat zouden doen, maar de realiteit wees anders uit. Dus we moeten heel realistisch zijn in wat we gaan doen en hoe we het gaan doen. Nee, het enige is dat het veel erger kan zijn. Het kan het waarschijnlijk veel erger. Het kan enigszins wat concreter kan zijn met betrekking tot die diverse maatregelen en niet alleen in algemene zin. Ja, dus we moeten gaan kijken naar het subsidiebeleid bij EBS. IMF heeft gezegd 1,3 miljard. Dus we moeten gaan kijken waar gaan we snijden. Hoe maak je de overheidsprocessen efficiënter? We moeten gewoon besparen op bepaalde fronten. Welke fronten verder? Dus als je praat over grondbeleid, concessiebeleid, misschien de belastingen meer inkomsten genereren daarop. Kijk, je kan praten over bijvoorbeeld, we gaan investeren in agro en we gaan investeren in hout, maar er is geen geld om te investeren. Je kan niet zeggen dat we gaan inkomsten gaan krijgen van toerisme, want COVID zit er nu. Dus we moeten kijken naar de producten die we binnenhalen, die we het land binnenhalen. Vooral we kunnen heel veel, als je een beetje op het veld bent, dan zie je dat er heel veel illegale sigaretten in de winkels zijn. Hoe komen die het land binnen? Dus wij hebben zoiets van, we gaan het leger inzetten om de illegale handel te stoppen. En wij denken dat we op jaarbasis daar zeker een 50 tot 100 miljoen dollar op kunnen besparen. Gewoon aan de, want er zijn nu zelfs, als je praat over tradition, er zijn nu zelfs sigaretten van 8 SRD op de markt. Dus dat moeten we gaan beteugelen. Als je praat over de informele goudsector, ik heb dit jaar nog een vriend verloren aan illegale ik weet niet of het Brazilianen waren, maar het waren illegale en dus in de goudsector. Als je praat over wat we direct kunnen doen, we kunnen direct met Telesur gaan zitten en de SRD digitaal betalingsverkeer mogelijk maken. Dus als je betaalt via simkaart. Bijvoorbeeld als je in het binnenland zit, if you did not go to sector, je ziet dat de maai pijn aan go to. Dus precies, ze betalen sigaretten met goud. Ze betalen alcohol met goud. Als je daar, dus dat digitaal betalingsverkeer. Dus is je voorstander voor jouw daadwerkelijke ordering in een goudsector in het binnenland? Je wil ordenen, maar als je bijvoorbeeld naar het binnenland vliegt, kost je helikopters, een vluchtcharter is al $3,000-$4,000. Dus daarvoor is er ook geen geld. Dus we moeten aan tafel gaan zitten met alle actoren en de jongens van het binnenland. De majoren ook op boentrangen, dus we moeten ze ook uitleggen wat het voordeel voor hun is. Dus bijvoorbeeld een stukje bescherming. Het militair kampement zit nu in de stad, dat is ongekend in de rest van de wereld. We kunnen het verhuizen naar bijvoorbeeld highway. En onze jongens beter inzetten. Kijk, in het binnenland op dit moment, er zijn dorpen van illegale goudzoekers van 200, 300 man. En ze zijn zwaar bewapend. Ons binnenland moeten we terugnemen.
En dus we gaan het niet met de harde hand, we gaan de illegale goudzoekers eens oproepen van jongens, kom luisteren, kom betaal belasting. En als dat niet gebeurt, dan gaan we onze binnenlanden terug moeten nemen. Zo, we gaan onze binnenlanden terugnemen. Steven, heb jij een vraag? Ja, natuurlijk. Meneer Valierop, het klinkt alsof de ABOP alles samen wil doen, maar op dit moment nog niet precies weet wat en in welke volgorde. Met welke bedrijven gaat u beginnen om te privatiseren? Kijk, dus je kan praten over privatiseren, maar het moet een samenwerking zijn met de overheid. Bijvoorbeeld als je kijkt naar NV Havenbeheer, het genereert winsten. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar Amerika, dan denk je van wat Obama had gedaan met de auto-industrie. Het moet een samenwerking zijn met de overheid. Je kan bijvoorbeeld denken aan hoe het... Om even te onderbreken, bedrijven om te privatiseren zijn overheidsbedrijven. Dus kunt u uitleggen wat u bedoelt? Het moet een samenwerking zijn met de overheid? Ja, Moet een samenwerking zijn met het bedrijfsleven, bedoelt u? Dus de overheid moet samenwerken met het bedrijfsleven staat nu ook niet sterk vanwege COVID. En zij hebben zelf hulp nodig. Dus je hebt de overheid die hulp nodig heeft, je hebt de bedrijven die hulp nodig hebben. We zijn wel bezig met buitenlandse investeerders. Er zijn nog steeds buitenlandse investeerders die happig zijn om in de goudsector te werken. Ik heb vorige week nog een non-disclosure agreement getekend met eentje die naar Suriname wil komen om te investeren. Dus daarom is de inventarisatie heel erg belangrijk. Nogmaals, economie is geen exacte wetenschap. Het is een sociale wetenschap. En dus we moeten samen aan tafel zitten en dat stukje vertrouwen terugwinnen. Dus de anticorruptiewet is daar heel erg belangrijk. Bijvoorbeeld, we hebben een wet goedgekeurd dat... Dat is heel erg belangrijk. Hoe ga je het implementeren? Dus we moeten dat stukje vertrouwen uitstralen naar buiten toe. Dat is hem zo'n beetje. Nog even iets wat u net aanhaalde. De goudsector wordt inmiddels al behoorlijk bewaakt door militairen van het Nationaal Leger. Hoe wilt u dat verder opvoeren? Wilt u dat verder opvoeren en op welke manier stelt u dat voor? Nou, dat is niet wat ik merk in de realiteit. Wat ik zei, ik heb dit jaar nog vrienden verloren in de goudsector. Ik heb vrienden die leven met kogels in hun lichaam omdat ze geschoten zijn door illegale goudzoekers. Dus dat onze mensen goed bewaakt worden of goed beschermd worden, is echt niet het geval. Ik weet echt van, het binnenland wordt echt overgenomen door illegale goudzoekers. Ik ken gevallen van, dus er zijn tal van gevallen die ik kan noemen. En het is echt een Wild Wild West daar. All right, ik denk dat het tijd is voor een huiskamervraag, hoor. Ja. We hebben gehoord, ja, John? Dankjewel, Sherida. Ja, we hebben een heel concrete vraag hier. Er gaat aardig wat brandstof naar binnenlandse dorpen om de mensen van stroom te kunnen voorzien. Hoe kunnen deze kosten duurzaam worden gemaakt? Dus je moet ondernemerschap stimuleren. Bijvoorbeeld als je denkt aan onze biodiversiteit. Dat kunnen we exporteren. Denk aan Bita. Er is grote vraag naar dat soort medicijnen. En bijvoorbeeld ik exporteer een tijdje ook Moringa. En het voordeel van die producten zijn, ze zijn laag in gewicht. Dus wanneer je exporteert, dan zit je ook met een lage kost wanneer je exporteert. Ik heb een tijdje geëxporteerd naar Sint Maarten, ik deed rijst. En wat je dan merkt is dat voordat mijn rijst uit de boot was, voordat het uit de container was, was het de duurste rijst op het eiland. Dus je zit met schaalvoordeel. Dus we moeten gaan focussen op bepaalde gebieden. Dus misschien houtsnijwerk. En trainingen. Dus die inventarisatie, ik praat veel over die training. Dus we moeten gaan kijken wat zijn de sectoren waar we geld mee kunnen verdienen. En gezien de COVID-situatie. Ecotourisme. Kunnen we even. Dus bijvoorbeeld, ik denk dat we toerisme van bijvoorbeeld Amerika kunnen vergeten. Maar waarmee we veel geld maken is. Een van de landen waarmee we heel veel geld maken is Frans-Guyana. Dus wat moeten we doen? De goudsector, we moeten efficiënter werken. Want op dit moment werken we heel erg ouderwets. We werken met, als je die gewone sluizen gemaakt van hout die in elkaar getimmerd worden, sluisbedden. En we moeten quick wegwerken. Dus dat is maar je gaat er niet direct weg kunnen werken. Je gaat een plan moeten maken dat je het in de komende 10 jaar gaat doen. En je moet, bijvoorbeeld, ik was een keer op Klaaskriek en ik tegen jou aan mijn aantak, quick is schadelijk. En dan maakte ik me, no jongen, quick is schadelijk.
Dus je moet een stukje training en een stukje bewustwording creëren. En natuurlijk assistentie. Hoe gaan we efficiënter goud zoeken? Want bijvoorbeeld, er zijn bijvoorbeeld, je kan goud graven ergens en dan heb je nog die tapdotti. En dan gaat iemand gewoon weer op diezelfde plek graven en hij vindt weer goud. Ik heb sterk het vermoeden dat we zelf gewoon diamanten gewoon gecrushed worden en weggegooid worden en we weten niet eens wat verstenend zijn. Dus we moeten kennis, we hebben kennis nodig in die sector om te gaan kijken hoe gaan we efficiënter om met de goudwinning en hout natuurlijk. En vooral, de hout heeft een bijzondere, waar ik echt op wil focussen is pulp. Dus je kan pulp maken, want China heeft nooit genoeg pulp, dus we moeten het verwerken zodat we meer inkomsten uit onze houtsector krijgen. Alright, vraag naar tevredenheid beantwoord, John. Ja hoor. Dus we hebben vanavond gehad Gilbert van Lierop. Hij heeft het gehad over inventariseren, vooral samenwerken, vertrouwen terugwinnen, efficiënter werken en trainen van de samenleving. Dank je wel, heer van Lierop. Dan gaan wij naar de volgende kandidaat. Mevrouw Angelique Del Castillo. Dankjewel, heer Van Lierop. Yes. Mevrouw Van Lierop, sorry. Nee, de Castillo, zomaar geef ik u een naam. Excuses. Ja, precies. Ja. Del Castillo. Bent u ready? Ja, ik ben er. All right. Dan volgen wij u. Dankjewel. Goed. Kan ik van start? Ja, u kunt van start. Goed, goedenavond kijkers, luisteraars. Het is een genoegen hier vanavond te zijn en een deel uit ons programma aan u voor te houden. Als DA 91 stellen we vast dat de financieel-economische crisis waarin deze regering ons heeft gebracht, als basis heeft een moreel-ethische crisis. COVID-19 is niet de oorzaak van de crisis waarin we vandaag de dag zijn. En we kunnen aan deze crisis alleen ontkomen door een nieuwe solidariteit te organiseren. Respect voor mens, dier en milieu. Dat is wat nodig is. Eerlijk bestuur voeren, voorspelbaar zijn. We moeten een basis leggen voor die sterke duurzame groei middels aanbodzijde hervormingen die de economie diversificeren, waardoor het minder afhankelijk wordt van de natuurlijke hulpbronnen. En werkgelegenheid en productiviteit natuurlijk als resultaat gestimuleerd worden. We gaan incentives geven voor middels verbetering van ons belastingklimaat voor die ingrijpende hervormingen. De inkomstenbelasting gaan we afschaffen. Het maakt het ondernemen aantrekkelijker. De ondernemingen groeien dan ook sneller, want ze houden meer over. En de beste manier om de economie weer snel te laten groeien is die ondernemers stimuleren. En dat kan echt geen dag langer wachten. We zullen als regering, overheid er ook voor moeten zorgen dat we voldoen aan die behoefte aan opleiding bij onze jonge ondernemers, onze jonge entrepreneurs, die training, die toegang tot het kapitaal, die samenwerking die gestimuleerd moet worden, kwaliteitsstandaarden stellen, zodat we ze ook pushen om voor het maximale en het optimale te gaan. Certificering van zij die daaraan voldoen en de waardering voor diploma's. We moeten onze ranking op de Doing Ease of Business natuurlijk versterken. En we moeten green business aansturen. Want u weet, we hebben de groene strategie. En wij willen dat onder andere doen in de energiesector door het stimuleren van het gebruik van zonne-energie. Binnen het stimuleren van het ondernemerschap kijken we ook bijzonder naar de vrouwelijke onderneemster. Dat gestimuleerd moet worden, omdat vrouwen die onafhankelijke positie verkrijgen middels het ondernemerschap een effect hebben op die samenleving dat zo groot is dat je het haast niet kan overzien. Maar het is een versterkend effect. Het maakt dat die vrouwen ontzettend snel meegaan in die ontwikkeling waar ze nu vaak nog achterblijven. En we denken hierbij ook bijzonder aan de vrouwen uit het binnenland, de vrouwen in de districten. Een belangrijke vereiste hierbij is dat we ons onderwijs afstemmen op die arbeidsmarkt die wij voorzien.
Want we willen dat onze mensen op alle niveaus zelf kunnen invulling kunnen geven aan de functies, aan de jobs. We hadden het over die oliefonds, had meneer Ramotar zien het. Onder andere ook daar vinden we dat we niet alleen als arbeiders moeten meedoen, maar uiteindelijk ook zelf daar die leiding kunnen hebben. Wanneer we kijken naar de versterking van de verschillende sectoren, dan kijken we vooral naar onze landbouwsector, onze agrarische sector. En we gaan voor productie, behoud en versterking. Die versterking kan alleen als we investeren in research en development. En daar zien we een bijzondere rol voor onze universiteit weggelegd, middels onder andere die public-private partnerships, om onderzoek te doen in die sectoren, aan die producten die van belang zijn voor die verhoging van die export, voor die verhoging van die inkomsten. Onze veeteeltsector. Hierbij willen we topspecialisten betrekken, deskundigen, ook uit onze diaspora. We moeten samenwerken met innovatieve instituten, zodat wij die agro-industrie nu eindelijk kunnen stimuleren. Innovatieve teelt- en verwerkingstechnieken levert meer productie op kleinere oppervlakten. Die digitale economie die is gewoon geïntegreerd in het geheel. Want al die diensten, die voorlichting, die afzet, die ontwikkeling van die exportmarkt, daar moeten we de digitale economie compleet voor inzetten. Maar het grootste voorbeeld moet die overheid zijn. Want wat we vandaag de dag zien, is dat juist die overheid geen digitale economie hanteert. Bijna nergens kan je gedigitaliseerd aan je zaken voldoen of aan je stukken komen. En de overheid zou voorop moeten lopen in een voorbeeldfunctie daarin. We gaan ook overgaan tot een geleidelijke omzet van de huidige omzetbelasting naar de BTW. En een andere zaak die we meenemen zijn tax-free zones. Verder zeggen we dat de eerste 3 maanden, wanneer wij na ons aantreden, we een team gaan samenstellen van topdeskundigen, die binnen 3 maanden moeten vaststellen wat de werkelijke stand van zaken is. Want het is treurig te moeten constateren dat we niet van cijfers gebruik kunnen maken, omdat geen van de cijfers die deze overheid ons biedt, betrouwbaar zijn. Binnen 3 maanden, die eerste 3 maanden waarin we dat gaan doen, moet de staat natuurlijk wel doorlopen. De salarissen moeten doorbetaald worden. Daar gaan we wel dus de voorzieningen voor moeten treffen. De schuldonderhandelingen gaan we beginnen na 3 maanden. En dat gaan we ook van tevoren keurig aangeven aan de schuldeisers. We moeten aan onze schulden voldoen. En we moeten ook beseffen dat een heleboel van deze schulden zijn bij lokale mensen, bij lokale bedrijven, lokale personen. En wanneer ik praat over voldoen aan onze verplichting, dan heb ik het over de legitieme schulden. Want wanneer we in ons onderzoek ontdekken dat er schulden zijn die niet op legitieme basis gestoeld zijn, dan zullen die niet in aanmerking komen voor verdere afhandeling. Voor de rest gaan we de belastingen verhogen, dus de inkomsten vanuit de belastingen gaan we verhogen, maar niet door diegenen die reeds belasting betalen extra te belasten. We gaan die koek wel vergroten, maar al diegenen die nu geen belasting betalen, gaan we binnen dat belastingssysteem brengen. En ze zullen ook belasting moeten betalen, want ook zij maken gebruik van de collectieve goederen. We denken dan onder andere aan de mensen die actief zijn in de informele goudsector. En dat ze bij de verkoop van het goud aan de goudopkoper of de exporteur, dat direct een bepaald percentage daarvan wordt ingehouden voor de belastingdienst. Maar natuurlijk gaan we ook uitgaven verlagen. En dat is het stuk waar ik het meest van hou eigenlijk. We gaan van objectsubsidie naar subjectsubsidie, dat zeggen we allemaal natuurlijk. Maar we gaan ook de buitenlandse posten herevalueren. Want het is goed, we moeten wel in het buitenland vertegenwoordigd zijn. Als diplomaat zeg ik dat zeker. Maar het moet wel efficiënt en effectief zijn. En we gaan dat zeker onder de loep nemen en daar de nodige bezuinigingen doorvoeren. De wachtgelden voor ambtsdragers, die gaan we goed onder de loep nemen en zo kort mogelijk laten lopen. We gaan niet dat voor eeuwig mensen verzorgen. Daar moet een eind aan komen. We zijn een arm land en zelfs rijke landen doen dat niet. Voor de rest gaan we dus naar het overheidsapparaat kijken. Dat is gewoon nodig. Niemand kan dat ontkennen. Het moet effectiever en efficiënter worden. Er is 1996 reeds met de CLO een overeenkomst daarover getekend. En we gaan die overeenkomst weer op tafel leggen en in uitvoering beginnen te brengen. Met de grote multinationals gaan we praten. Want er moet ook daar wat veranderen en er zijn extra inkomsten nodig. En we gaan met hun praten over de heffing van onder andere een windfall tax. Zodat wij als samenleving meer halen uit die sectoren. En het is ook rechtvaardig om dat te doen.
De monetaire financiering, die gaan we de eerste drie maanden stevig op de rem trappen, met afstemming voor nieuw beleid om te komen tot herstel en evenwicht. Belangrijk zijn directe en doelgerichte financiering van het bedrijfsleven. Ik zei u eerder al, het kan absoluut niet wachten. We moeten herstel en verruiming van het bedrijfsleven prioriteit geven voor verhoging van die staatsinkomsten. En jammer genoeg zal een deel van hun inkomsten ook wel gaan naar de aflossing van die astronomische staatsschulden. Die schulden zullen we dus moeten herschikken. We gaan het raamwerk en de instrumenten voor implementatie van het monetair beleid versterken. We gaan voortgaan met de transparantie in de mijnbouw en we gaan de deficitcommissie opheffen. Het wisselkoersbeleid waarin de markt zal bepalen wat de hoogte van de wisselkoers is. Stabilisatie op het niveau dat de werking van de markt, vraag en aanbod, dat bepaalt. Daarvan uitgaande zal het fiscaal beleid met het sociaal beleid als cruciaal onderdeel worden bijgesteld en verder worden bepaald. We gaan die deficitcontrole afschaffen. Nog 2 minuten. Reserves gaan we gaandeweg opbouwen, samenhang met die schuldherschikking. En dan zijn we bij het sociaal beleid. Binnen volksgezondheid zal de BASO integraal geherevalueerd worden. En we denken ook in dit verband aan de public-private partnership. Het pensioenbeleid, daarbij zal er gewerkt worden aan de wetgeving, zodat beleggingsmogelijkheden van pensioenfondsen meer mogelijkheden en zekerheden hebben. En dan komen we op good governance. Ik denk dat ik aan het eind ben. Ja, u bent aan het eind. Ja, alle instituten die systematisch kapot gemaakt zijn, zullen hersteld worden, inclusief de centrale bank, waar zowel bestuur als governance structuur hebben gefaald. De corruptiebestrijding, UWDA 91 staat daar garant voor. Dat zal hard ter hand genomen worden. Ook ontmoedigd worden middels de instelling van het Anticorruptieinstituut in samenspraak met het Openbaar Ministerie. We zullen per direct toetreden tot de UNCAC. En we zullen alle afspraken uitvoeren die we hebben met de OAS en de MESIC. En aan de basis van dit alles staat ons Nationaal Integriteitsplan. All right. Over naar de privatisering. Ook wij privatisering. En wij gaan nu moeten afronden. Ik moet nu afronden? Ja. Dan ja. Gaan wij meteen. Dank u wel, mevrouw Angelique Del Castillo. De weg naar de nieuwe republiek. Swami, heeft u vragen? Ja, mevrouw Del Castillo. In eerste zin was dat Suriname op dit moment in een financieel-economische crisis ligt. En ook een moreel-ethische crisis. U heeft aangegeven dat u min of meer de leningen wenst te gaan herschikken. U weet dat op dit moment de rente en de aflossing bedraagt ongeveer 38% van onze inkomsten. Dat is een enorme druk. Met welke concrete maatregelen denkt u hier in een oplossing te geraken? Ja. En hoeveel bedragen denkt u met die maatregelen weg te bezuinigen? Wat zei ik, welke bedragen ik denk weg te bezuinigen? Dus maatregelen en bedragen. Want u heeft gesproken over herschikken. Ja, ja. Weet u wat het probleem is van de vraag die u me stelt? Dat de cijfers die ik tegenwoordig voor ogen kreeg onbetrouwbaar zijn. Dus ik kan wel bedragen voor u berekenen, maar ik kan daar geen garantie op geven. En wij als partij doen daar niet aan. De cijfers die we tegenwoordig krijgen, zelf de ministers geloven ze niet. U kunt zich waarschijnlijk wel herinneren dat zelf minister Moustadja zegt dat hij niet graag cijfers noemt, omdat hij daar nare ervaringen mee heeft. Het is ook nog komen vast te staan recent met het rapport van de PG, dat we gewoon continu zijn voorgelogen. Dus om nu op basis van de cijfers van een centrale bank en van een bureau staatsschuld u indicaties te geven, begeef ik mij op erg gladde ijs. En vandaar dat ik u zult zien dat ik geen cijfers noem. Maar wat ik wel zeg, is dat we gaan praten met die multinationals om te zorgen dat die windfall tax wordt geheven. En dat we gaan bezuinigen in de overheid en tegelijkertijd onze productie gaan stimuleren, zodat er toename is van inkomsten. Nou, dankjewel. Dan gaan we naar John, want die heeft vast wel weer huiskamervragen. Ja, Oshira, die heb ik inderdaad. Nou, de eerste leest als volgt. Kan DA 91 concreet aangeven hoe de stap van object naar subject subsidie zal worden ingezet? En hoeveel zal dit bijdragen aan uitgavenvermindering?
Ja, we gaan beginnen met de omzetbelasting om te zetten in BTW, zodat je aan die kant begint meer te verdienen. En vervolgens gaan we de verschillende sectoren waar die subsidie in plaatsvindt heel stringent doorlichten en daar standaarden stellen voor wie nog in aanmerking komt voor die subsidie en wie niet. Het zal ons vrij veel opleveren, daar zijn we wel van overtuigd. Maar het probleem is die cijfers. Het probleem is eigenlijk die cijfers. En ik begrijp dat mensen cijfers willen, want ik wil ze zelf ook. Maar ik moet geduld hebben tot we daar zitten om daadwerkelijk die inzage te hebben in wat er allemaal wordt weggegeven en wie allemaal gesubsidieerd wordt. Maar we zijn wel overtuigd dat er een heleboel, hoe zou je dat zeggen, overbodigheid daarin schuilt. En dat zaken efficiënter gemaakt kunnen worden. Kijk naar onze gezondheidszorg, kijk naar die BASO-verzekering bijvoorbeeld. Waarbij Jan en alle man van tussen de 16 en 60 jaar, na 60 en onder 16, gratis voorzieningen geniet, terwijl dat niet nodig is. We hebben daar van het begin af aan op gewezen en toch is het gedaan. Maar zo zijn er nog veel meer van dit soort zaken, waarbij mensen, zeg maar, onterecht genieten van die subsidies. Dus we gaan dat moeten doen en we zijn overtuigd dat daaruit een heleboel opbrengsten, er moet bezuinigingen zullen voortkomen die we ten dienste kunnen stellen van onder andere het instand houden van de draaien van die overheid, het betalen van die salarissen en zij die echt hun AOV verdienen en hun pensioen en degene, de zwakste in de samenleving niet in de steek laten, ook niet in de eerste 3 maanden wanneer we met de evaluatie bezig zijn. All right, Steven. Mevrouw Del Castillo, u zei dat buitenlandse posten zullen worden geëvalueerd. Kunt u precies aangeven welke ambassades we zullen sluiten? Nou, laat me het zo zeggen. We hebben een beleid gevolgd in het buitenlands beleid, waarbij we zijn uitgegaan van dat we posten openen in bevriende staten en in staten in de regio en in staten die van belang zijn voor ons. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er een beleid gevolgd is waarbij er ambassades zijn geopend in landen waarvan je afvraagt wat we eraan hebben. En we gaan een definitieve lijst opstellen. Kijk, wanneer je ambassade opent, is het meer tegenwoordig, meer dan gewoon een vriendschapsband bestendigen. Dat kan tegenwoordig heel anders, via de multilaterale post in de VN. Daarvoor hoef je geen post daar te hebben. Dus wij gaan kijken naar de ambassades in die landen waar we mensen hebben die kunnen bijdragen aan onze economie. Die economische bijdrage, die technologie, die kunnen bijdragen aan de financiering van zaken. Hier zo, want we gaan de schulden moeten heroriënteren op de schulden. We hebben deskundigheid nodig, we hebben mensen nodig die ons die deskundigheid kunnen bijstaan, markten moeten creëren. Dat zijn onze prioriteiten. Maar we gaan geen ambassades gewoon openen om ergens bij te horen. Dat gaan we absoluut niet doen. We gaan bij onder andere de ambassade in Nederland op een hoger niveau plaatsen met een ambassadeur, omdat we daar kijken naar ons raamverdrag dat we weer willen inzetten. Kijk maar aan de ambassade van de VS. Dat ga je niet overwegen om te sluiten. Maar er zijn ambassades die in bepaalde landen zijn waar er absoluut alleen maar geld aan besteed wordt. En we gaan ook eisen dat onze diplomaten prestatie leveren. In die zin van, een diplomaat krijgt een opdracht die daar moet uitvoeren in dat land. En wanneer en die opdracht wordt hier in de assemblee besproken en moet goedgekeurd worden en moet getoetst worden. Het is afgelopen dat ambassades in een vakantieorde kunnen zijn. Dat gaan we absoluut niet financieren. Dus u zegt in ieder geval ambassades, die ambassades waar we gaan kijken, zijn ambassades die bijdragen aan de economie. John, huiskamervraag. Ja. Sheila, heb ik. U zegt dat aan de financiële economische crisis een moreel-ethische crisis ten grondslag ligt. Heeft DA91 concrete plannen of misschien gedachten hoe uit deze moreel-ethische crisis te komen? Ja. Het begint als eerst met de kandidaten die wij stellen voor deze verkiezing. We hebben overigens als partij ons altijd op het standpunt gesteld dat mensen met een criminele achtergrond, een veroordeling of zelfs een opsporingsbevel niet op onze lijst thuis horen, omdat dit volk beter verdient. En ook deze verkiezing voldoen wij aan die eis. Meneer Ramotar Singh zei het eerder en hij zei het niet zomaar, dat de mensen die besluiten nemen over onze toekomst zijn die 51 mensen in het parlement. En die 51 mensen geven wij Suriname een keus uit integriteit, eerlijkheid, gecombineerd met deskundigheid.
Daarnaast zijn wij van plan om ons Nationaal Integriteitsplan uit te voeren, waarbij specifieke eisen gesteld zullen worden aan elke ambtenaar, aan elke gezagsdrager, waarbij we ook over zullen gaan tot de uitvoering van de corruptiewet, anticorruptiewet en aanscherping daarvan, zodat er meer transparantie komt, zodat mensen verantwoordelijk gehouden worden voor hun handelen en ook dat op school onze kinderen leren dat ze die eisen mogen stellen en moeten stellen en dat goed bestuur niet iets is waar je van droomt en in andere landen alleen voorkomt, maar dat wij als Surinamers daar volledig toe in staat zijn, daar volledig toe bereid zijn en dat is wat we willen. Want ik zeg u, de meeste Surinamers van ons willen eerlijke mensen in leiding hebben. Maar ze beginnen het gevoel te krijgen dat die eerlijke mensen niet beschikbaar meer zijn. Of dat die eerlijke mensen toch niet gekozen zullen worden. Er wordt zelf campagne gevoerd om niet eerlijke mensen te kiezen. Wij, DA 91, zetten die eerlijke mensen daar. En we geven dit volk de kans om daarvoor te kiezen. En die vicieuze cirkel te doorbreken. Van elke keer weer dezelfde boeventronie in een ander pakje daar te plaatsen. Die vicieuze cirkel, Swami, welke cirkel ga jij doorbreken? Ja, mevrouw de Castillo, dit is een financieel-economisch debat, geen politiek debat. Dus ik vraag je A, U, B concrete cijfers te noemen en concreet in te gaan op mijn vragen. En aan te geven welke maatregelen u van plan bent te voeren als u aan de macht komt. Heeft aangegeven dat u de inkomstenbelasting zal afschaffen. Verder heeft u ook aangegeven dat u de belastingdruk gaat vergroten. Graag wil ik weten met welke maatregelen u de belastingdruk gaat vergroten. Verder wil ik direct een volgende vraag stellen. U heeft aangegeven dat er geprivatiseerd gaat worden. Welke bedrijven zullen geprivatiseerd worden? En welke bedragen denkt u daarmee te besparen van overheidswegen? AUB concreet. Meneer Swami, ik zal zo concreet zijn als ik kan. Maar u weet dat die economie van ons slachtoffer is van die politiek. Dus we ontkomen niet om het op een politieke wijze aan u door te geven. Wanneer u hoe wij dat gaan aanpakken, wanneer we die inkomstenbelasting afschaffen, dan heb ik u eerder aangegeven dat wij die omzetbelasting gaan ombouwen naar BTW. Die belastingdruk verhogen is niet op de schouders van zij die reeds betalen, maar laat me u concreet noemen. De mensen die buiten Paramaribo wonen, buiten onze stadsgrenzen, en die illegaal aan goudwinning doen, en allerhande andere zaken illegaal hun geld vergaren, al deze mensen gaan we in kaart brengen en ze gaan meebetalen. En daar zit heel wat geld om in die staatskas te storten. Bovendien gaan we al die mensen die illegitiem geld van ons ontvreemd hebben, gaan we ook onderzoeken. We gaan al dat geld terugbrengen. En het maakt niet uit hoe lang dat duurt, maar we gaan het terugbrengen. Alles wat onrechtmatig deze staat ontnomen is, komt terug. We gaan gesprekken voeren met de Is uw vraag daarmee goed beantwoord, Swami? Als u wilt weten over privatiseren, dan kan ik u zeggen, voornamelijk denken wij direct aan bedrijven in de landbouw en bedrijven in de transportsector. Die komen als eerste in aanmerking om te kijken voor privatiseren. Maar weet u hoeveel u gaat binnenhalen of hoeveel u gaat bezuinigen met deze maatregelen die u genoemd heeft? Bijvoorbeeld de mensen die actief zijn in de informele sector. Ja, dus ik weet niet hoeveel keer ik u moet vertellen, meneer Didar, dat ik me niet waag aan de cijfers. Oké, de cijfers zijn er niet, mevrouw Castillo. Misschien hebben we dan een huiskamervraag. Ik waag me daar niet aan. Meneer Goedschalk, heeft u een huiskamervraag voor ons? Ja, dat heb ik. Hoe zal het vangnet voor de Mofina Wang eruit zien? En hoe groot is het bedrag dat voor dat vangnet nodig is? Komt vanuit de huiskamer. Ja, het vangnet voor de Mofina Wang, dat zal dus wij hebben gaan nagaan wie daadwerkelijk, we willen dat elke Surinamer een dak boven zijn hoofd heeft. Elk kind, Surinaams kind, moet naar school kunnen gaan. Elke moeder moet brood en melk aan haar kind kunnen geven. En op die wijze gaan wij kijken naar wie in het vangnet valt en wie niet. Er voor het vangnet kijken we zeker, dat is een van de zaken, dat gaf ik al aan. De eerste 3 maanden, ongeacht als we bezig zijn om te onderhandelen van schuld, herschikking, et cetera, dat zijn de gegarandeerde zaken die blijven overeind staan. Wij hebben een beleid waarbij we niemand achterlaten. Ik heb het niet kunnen zeggen vanwege de tijd, maar onze opvatting is wij laten niemand achter. Elke Surinamer doet mee bij ons. En de BASO, die gaan we onder de loep nemen. Maar we gaan ook dus een suikertax heffen op softdrinks, zodat dat geld beschikbaar komt
om naar die Mofinawang te brengen, zodat die meer ruimte kreeg om uit die Mofinawang te komen. Want u moet goed begrijpen, wij gaan wel een beleid voeren waarbij mensen versterkt worden om uiteindelijk die ondersteuning niet meer nodig te hebben. Dat is wat ik u hierop kan zeggen. Oké, beleid zal versterkt worden. Steven? Ja, mevrouw Castillo, Del Castillo. Ik hoorde u net zeggen dat ook het buitenlands deel van de staatsschuld zal worden heronderhandeld, zal worden hergezet. Bedenk dat we inmiddels een zeer slechte rating hebben. En als u zegt dat de wisselkoers marktconform zal worden, zal het BBP, zal de schuld als percentage van het BBP richting 150 tot 200% gaan. Dus zijn we dan zeer, in zeer zwakke positie beland om te herschikken of te heronderhandelen. Daar ben ik me volledig bewust van. Daar ben ik me volledig bewust van. Maar we hebben geen andere keus. We gaan dat moeten doen. We kunnen onmogelijk zeggen dat we die schulden niet gaan betalen. Maar we kunnen de schulden ook niet betalen ten koste van de samenleving. Ten koste van waar we het net over hadden. De Mofinawangs die de zwaarste klap gaan voelen. Dus wij gaan heel sterk onderhandelingsteams moeten samenstellen. En vandaar dat we ook praten over de inzet van deskundigen. Ook buiten onze grenzen, ook onze diaspora. Zodat er deuren geopend worden. Netwerken gebracht worden in die boezem van deze nieuwe regering. Die ons de mogelijkheid bieden, ook binnen deze onmogelijke situatie lijkt, tot een mogelijke situatie te maken, waarbij we op eerlijke en betrouwbare wijze met de mensen gaan praten en met ze gaan stemmen. Ja, ik hoor u wel. Zal DA 91 een aanpassingsprogramma, bijvoorbeeld het stabilisatie- en herstelprogramma, doorvoeren? Wij noemen het een wederopbouw- en groeiprogramma en we zullen geen keuze hebben dan dat te doen. Hoe precies zal public sector reform passen binnen het programma van de jaar 91? Het is er een vast onderdeel van. We moeten naar een efficiëntere en effectievere overheid gaan. Wij nemen als leidraad dat plan dat in 96 reeds overeengestemd was met de vakbond toen, om dat plan... Want de vakbond was er eens mee om dat plan weer voor te leggen en op basis daarvan te beginnen. Goed. Hebben we een huiskamervraag? Jawel hoor. We hebben hier een vraag. Loon- en inkomstenbelastingen is bijna 2 miljard SCD. Hoe gaat u dat verdienen? Ja, we gaan die productiesector stimuleren. We gaan heronderhandelen, in feite gesprekken voeren met die multinationals. En we gaan bezuinigen. We gaan ontzettend bezuinigen. Maar we gaan ook zorgen dat er een beleid komt dat investeerders stimuleert. Ik had het eerder over het stimuleren van het ondernemerschap. Dat er investeerders hier komen. Kijk, wanneer we eerlijke mensen hier hebben in het bewind, dan adem dat vertrouwen uit. En dan kan je ook die internationale investeringen aantrekken, waardoor je meer banen gaat creëren. En daaruit krijg je dus meer mensen die meer gaan kopen. Denk u maar aan die BTW, daar ga je meer opbrengsten van hebben. Je krijgt mensen die meer belasting gaan betalen. Dus daar komen die inkomsten weer naar binnen vanuit de loonbelasting. Eigenlijk als je alles bij elkaar zet, op die manier krijg je dus een bedrag binnen dat redelijk perspectief biedt wat dit betreft. Meer banen, meer lokale ondernemers en meer internationale investeringen. Meer banen, meer investeerders. Swami, heb je nog een laatste vraag? Mevrouw De Castillo, wat voor beleid zal DA91 voeren om te geraken tot 1 uniforme wisselkoers? We gaan die wisselkoers, dus zoals ik aangaf, vanaf het begin overlaten aan de markt. Dat de markt bepaalt wat de wisselkoers is op basis van vraag en aanbod. En uiteindelijk stabiliseert zich dat rond een zeker niveau. En dat is waar wij naartoe gaan. Alright, daar hebben we het gehad. De tijd is op. We hebben gehoord over investeerders, meer banen en de productiesector versterken. Dankjewel, mevrouw Del Castillo. Dames en heren kijkers, wij zijn dus nu aan het deel waarbij we de partijen aan elkaar vragen zullen laten stellen. Dan geven we eerst het woord aan de heer Van Lierop. Meneer Van Lierop, heeft u een vraag voor mevrouw Angelique? En dan vervolgen we dus met de huiskamervraag en een vraag vanuit het panel.
Een vraag voor DA91 zou zijn, wat is jullie lange termijn visie voor Suriname? We hebben een duidelijke 2030 vision vastgesteld en ik zou graag die van jullie willen weten. Nog een keer die vraag, want het was even onduidelijk. De lange termijn visie van DA91, hebben jullie een 2030 en 2050 vision? Ja. Daar een beetje daarover kunt... Ja, die hebben we zeker. Het is ook onder andere verwoord. Wij zijn de partij, de enige die het echt zo zichtbaar maakt voor iedereen in onze routekaart, waarbij we duidelijk hebben aangegeven welke sectoren we in de komende 20, 25 jaar gaan verstevigen, gaan opbouwen en waar dat toe moet leiden. Wij zijn de partij die zegt dat we uiteindelijk een land moeten zijn dat een sterk bestuur heeft, een sterke democratie, een goede rechtsstaat, eerlijk beleid, een gezond milieu en burgers die ontwikkeld zijn en die niet afhankelijk zijn. Want alleen wanneer je onafhankelijke burgers hebt, die niet afhankelijk zijn van de staat voor hun baan en voor hun dagelijks brood, dan pas ben je onafhankelijke natie. En DA91 streeft naar algehele onafhankelijkheid in een geconnecteerd, in een verbonden wereld. All right. John, heb je een vraag? Ja hoor, die heb ik zeker. En die, voor wie heb je de vraag? Ja, die eerste is voor de ABO. Right. En die leest als volgt. Gaat u devalueren en gaat u met de IMF samenwerken? IMF, onder onze voorwaarden en als een last resort. We gaan met de centrale, op het koers van de centrale bank varen. Waarbij we komen tot een koers die je wel kan laten zweven. Maar het moet in samenspraak met de centrale bank. We hebben ook nog tegoeden bij de IDB. Dus IMF echt als een last resort, maar onder onze voorwaarden. Dus we moeten een gedegen plan klaar hebben voordat we naar de IMF gaan stappen. En de volgende vraag, John? Nou, die is dan voor mevrouw Del Castillo. En dat leest als volgt. Hoe ziet u de verdere digitalisering van de overheid en overheidsdiensten? En hieraan gekoppeld de sanering van arbeidsplaatsen, het bieden van alternatieve werkgelegenheid door de promotie van de productiesector? Ja, dat is een meervoudige vraag, denk ik. Dus te beginnen met hoe ik zie de verdere digitalisering van de overheid. Nou, dat moet van binnenuit middels de dienstverlening alvast beginnen. Ik vind dat je bij zo'n spreken een uittreksel online moet kunnen krijgen. Dat is ook in het belang van onze oude vandaag, van onze gehandicapten, dat ze niet elke keer daar in de rij hoeven te gaan staan. Alle voorwaarden voor welke vergunning je dan ook aanvraagt, die moet je online kunnen vinden en online kunnen doornemen. Maar daarnaast vind ik ook dat het een grote bezuiniging kan opleveren, want we hadden het eerder over het bezuinigen van de posten, van de diplomatieke posten. En een heleboel van het reizen, op en neer gereis, kan vervangen worden door online, net als wat we nu doen, de conferenties bij te wonen en je zegje te doen. Dat zijn onder andere aspecten hoe ik dat allemaal zie. Daarnaast moeten we natuurlijk onze mensen gaan trainen. We moeten iedereen gaan trainen om te gaan met die moderne technologie. Ook die moesje en die paë, die moeten weten dat hoe ze met hun mobiele telefoon al die aanspraak op de diensten kunnen maken. De productiesectoren kunnen daarvan genieten middels voorlichting die via dat digitaal platform dan hun bereikt en waar zij ook dan hun feedback op kunnen geven. Dat zijn onder andere een paar ideeën die we daarover hebben. Right. Dan gaan we naar Swami's. Ja. Nee, wacht eens even, Swami, voor je verder gaat. Laat me even zien hoor. Want wellicht heeft mevrouw Van Lierop een vraag. Mevrouw Van Lierop. Mevrouw Aimi Gado. Ik weet niet waarom ik u dat steeds noem. Misschien zie ik het te veel. Luister nou, mevrouw. Oké, ik ga u Angelique noemen en die andere Gilbert. Ja, precies. Ja. Angelique, heb je een vraag voor Gilbert? Ja. De ABOP vindt dat ze een vaste wisselkoers willen hebben. Wij zeggen we gaan voor die wisselkoers die door de markt bepaald wordt. Dus wij zouden willen weten, hoe meent de ABOP die vaste wisselkoers te bepalen? Dus door de importen te verhogen. Kijk, ik was gisteren eergisteren was ik bij een vriendin van me en de huisbaas vraagde er 200 euro huur. En vanwege die valutawet kon ze elke keer zeggen 7,5. Maar dus nu is een stukje bescherming weg.
Dus hoe ga je die wisselkoers bepalen? We gaan zitten met de Centrale Bank van Suriname. Dus één ding wat we echt, waarnaar we echt moeten kijken zijn de vrijstellingen van importproducten. Dus als de overheid op jaarbasis 400 tot 600 miljoen SRD daaraan uitgeeft, dan moeten we daar kunnen we echt in snijden. Dus daar kunnen we die besparingen op loslaten. En dus je moet ook een stukje vertrouwen winnen en geld genereren. En daarom een goede focus. We kijken niet naar de low-hanging fruits. We kijken naar goud en hout. Maar ook wat ABOP apart maakt is onze duidelijke Vision 2030. Suriname moet een droom hebben. We moeten een streven hebben als samenleving. Waar gaan wij naartoe? Wat is de richting waar we op gaan? En daarom zeggen wij top 60 in 2030. Wij moeten die bewustwording creëren bij onze mensen dat wij een van de toplanden kunnen zijn om te wonen in de wereld. Mijn grootvader zei altijd, Suriname is een van de meest gezegende landen in de wereld. Hij is in 2009 overleden. Hij heeft 40 jaar lang gewerkt voor Suriname. Mijn vader is in 2010 overleden. Hij zei hem hetzelfde. Dus wij moeten ons hard maken. Wij moeten uiteindelijk een visie hebben. Een duidelijke visie, een duidelijke richting. En wanneer we die duidelijke richting hebben, dan kunnen we daar samen naartoe werken. Alright. En, ja. Ja, Mevrouw Del Castillo heeft aangegeven als het gaat om het wisselkoersbeleid, dat u dat zal overlaten aan de markt. De kwestie van vraag en aanbod. Maar als u dat volledig zo vrijlaat, kan het best zijn dat het gewoon uit de pan vliegt. Heeft u enig idee waar u het wenst te stabiliseren, gegeven de kerngetallen van de economie op dit moment? Nou, meneer Girdari, we hebben de centrale bank die ook een bepaalde functie heeft daarin, die zaken meet en het evenwicht eigenlijk aanstuurt. Daarnaast zullen wij vanwege het feit dat we de beperkingen op de vieze commissie, et cetera, dat opheffen, zullen mensen minder beangstigd zijn om hun deviezen naar hier te brengen. Telting, toen Telting aan het bewind was, heeft onze opvatting, zoals we die hanteren nu, wel gewerkt. En we zijn overtuigd dat het nu ook weer gaat werken en dat er uiteindelijk uit dat vraag en aanbod, vanwege het feit ook dat je die productie stimuleert, meer inkomsten krijgt, dat je uiteindelijk een situatie krijgt waarin die vraag naar die dollars, naar die vreemde valuta, ook stabiliseert. En je krijgt een moment waarop het een gezonde economie is met een koers die het gevolg is van gewoon vraag en aanbod. All right. Dan hebben we waarschijnlijk ook wel weer huiskamervragen. Ja hoor, die heb ik. Ik heb hier een vraag. Hoe kunnen wij het onderwijsproces inrichten dat het de mensen opleidt voor de banen van de toekomst? En wellicht dat Gilbert daar de eerste poging kan wagen. Dus in 2011 heb ik een website gebouwd, kennisbanksuriname.com. Want wat ik merkte bij studenten die afstuderen, is dat we weinig Surinaams onderzoek citeren. We creëren weinig kennis, we falsifiëren weinig onderzoek. Dus kennis moet makkelijker beschikbaar gemaakt worden. Als je praat over onderwijs, mijn BSc ging over virtueel onderwijs in het binnenland. Ik had een onderzoek gedaan bij studenten in internaten. En het bleek dat 80% van de studenten open stonden naar een versie van virtueel leren. En dat bedoel ik niet virtueel leren dat je sec met een computer bezig bent. Maar dat een docent in het binnenland bijvoorbeeld ondersteuning krijgt, virtuele ondersteuning. Je kan bijvoorbeeld alle lessen digitaliseren. Alle lessen kunnen op YouTube gezet worden. Dat kan je binnen een schooljaar of minder al bewerkstelligen. En daarom was een van de focussen van ABOP in onze regeerperiode met 2005-2010 was om bellen landelijk dat je in het heel land kan bellen. En dan zie je ook dat internet nu is overal beschikbaar. En dus dat. En ook een beetje het probleem dat we hebben in het onderwijs is dat onderwijs is gratis. 50% van alle studenten in de stad halen het LBO-examen niet. Dus hoe langer de studenten in de schoolbanken zitten, hoe meer geld het de staat kost. Als je kijkt naar het binnenland, in Sipaliwini is het slagingspercentage van studenten op LBO-niveau 28%. Dat want tak, if teaching edu LBO-examen, 3 nomo herhaling. Dat betekent dat er een langere tijd duurt is voordat deze mensen op de arbeidsmarkt komen. En kijk bijvoorbeeld ook wat je hebt met het onderwijs. Is Suriname is in de regio na Guyana, hebben we het tweede hoogste aantal tienerzwangerschappen. Dus als we 10.000, we hebben ongeveer 10.000 baby's worden geboren in Suriname.
En dat zijn 1600 van daarvan zijn tienerzwangerschappen. Dus je kan je voorstellen dat dat een hele druk legt op bijvoorbeeld woningbouw, want je hebt dan al 2-3 generaties in een huis. Het vermoeilijkt het proces om je school af te maken. Dus we moeten voorlichting creëren. Het is niet alleen bij de studenten, maar ook bij de ouders, dat ze gewoon zitten met hun studenten, met hun kinderen en zeggen van, we gaan je huiswerk maken. Maar je hebt ook situaties waarbij de ouders de studenten niet kunnen helpen. Bijvoorbeeld als de ouders niet zo sterk zijn in Nederlands. Okay. En wat ik merk de afgelopen tijd, als je studenten begeleidt, is dat het niveau waarop we schrijven steeds verder achteruit gaan. We hebben heel veel last van kunnen en zullen plagen. Studenten haken echt af bij het schrijven van hun eigen onderzoek. Dus digitalisering, het is een hele, het hele pakket aan maatregelen dat je moet doen. Maar als het aangepakt moet worden. Ja. Dus niet één ding. Nee. Nou, dan gaan we naar Steven en begint u zich voor te bereiden voor de volgende ronde waar u elkaar vragen stelt. Steven. Ja, meneer Valero. Dit jaar is het overheidstekort meer dan 7 miljard SRD. Hoe precies zal ABAP dit tekort reduceren? Begrijp immers dat. Dus dat is echt die vrijstellingen van de importgoederen moeten we daar echt naar kijken. We moeten daar gewoon echt zeggen van luisteren jongens, we gaan hierin moeten snijden. We gaan moeten kijken naar EBS. Maar toch is het zo dat een deel van deze importgoederen zijn kapitaalgoederen, die heb je nodig voor productie. Die hebben we ook nodig om de reeds bestaande bedrijven voor te zetten en om nieuwe bedrijven te starten. Ja, dus daarom kan je dan bijvoorbeeld kijken naar, we kunnen gaan naar staatsolie en daarom praat ik over rode diesel. Waar je bijvoorbeeld die subsidies weghaalt, dan kunnen we ondernemerschap stimuleren met rode diesel. Dus accijnsvrije of lagere accijns op diesel en die beschikbaar stellen voor ondernemers. Als je kijkt bijvoorbeeld het overheid. Welke type ondernemers zult u daarmee stimuleren? Dus de goudsector. Je kan bijvoorbeeld zeggen als we de subsidies gaan verminderen op bussen, dat we ze dan. Kijk, als je de subsidie weghaalt op bussen, dan gaat de. Vraag ik me af als ambtenaren zelf de bus naar het werk gaan kunnen nemen. Willen we niet juist nog meer inkomsten uit de houtsector? Ja, je wil meer inkomsten. Dus daarom, als we diesel tegen goedkopere prijzen beschikbaar stellen, dan ga je ook meer goud winnen. En het risico dat je naar Panja, om in de volksmond genoemd, is dat ook lager. Want bijvoorbeeld, if je zit 20 bari olie, dus dat is een van de grootste kosten. En je kan ook kijken naar bijvoorbeeld. Dus het digitaal betalen is verschrikkelijk interessant. Stel dat iemand bij de overheid werkt en hij mag bijvoorbeeld gratis tanken. Het is heel moeilijk om bij te houden wie dat doet en waarom. Dus als we bijvoorbeeld digitaal betalen, gewoon, en ik bedoel niet met cryptocurrency, ik bedoel niet met een smartphone, ik bedoel gewoon die simpele Nokia. Gewoon, en dat kunnen we direct doen. We kunnen direct aan tafel gaan zitten met Telesuur en mensen als ICT-associatie, want we hebben te weinig IT'ers in dit land. En dan gaan we gewoon. Heeft ABAP al nagerekend hoe de besparing zo zal zijn? Want inmiddels hebben we Hoppa en Unify als elektronische betaalmiddelen. Ja, maar dus zouden die besparingen nu al niet hebben? Nee, maar dit is echt uniek. Bijvoorbeeld wat er gebeurt in Afrika. Een heleboel mensen sturen geld. Dus bijvoorbeeld als we deze opkoopcentra. Het is net als je koopt, net als een Telesuur top-up card bijvoorbeeld. En we zetten opkoopcentra's in het binnenland. En die mensen gaan dan betalen met goud. En dat gaat dan direct naar. Dan de inkomsten van de staat. Maar je moet de mensen incentives geven, bijvoorbeeld als je zo'n top-up kaart koopt voor je e-coin of je Sucoin, dat je dan bijvoorbeeld minder betaalt voor de bus. En het is ook een manier voor Telesuur om inkomsten te genereren. Ja, en dus digitaal betalen gaat u stimuleren. Dat kunnen we direct doen, want we kunnen met Telesuur zitten, we hebben Telesuur nodig, een bank die erbij aan mee wil werken, dus... Dat kan meteen. Nou goed. Ik denk dat het nu weer tijd wordt dat u aan elkaar vragen stelt. Aan wie kan ik als eerste het woord geven? Volgens mij zo net was Angelique er, dus Gilbert. Shoot, heb een vraag voor Angelique. Oké, laat me zien. 17e rijkste land in de wereld. Hoe gaan wij ervoor zorgen dat wij echt gebruik maken van onze grondstoffen, onze resources om tot de top van de wereld te behoren? En is dat een streven van DA 91 voor Suriname om in de top van de wereld te behoren? Ja, hoe gaan we dat doen? Dat is helemaal mogelijk wanneer we beginnen met eerlijke mensen in het bestuur te zetten, onbesmette mensen met de leiding van dit land te belasten,
dan is er alle mogelijkheid, want dat biedt vertrouwen. Daarnaast, wanneer we onze burgers, onze jonge burgers opvoeden, zodanig onderwijs bieden dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen, dat elk een onderwijssysteem heeft wat voldoet aan de wensen en de behoeften, de leermethodes, dan kunnen wij werkelijk dat 17e rijkste land omzetten in de top van de wereld, qua gezondheidszorg, qua rechtsstaat, qua democratie. Dan kunnen we dat zeker doen. Dat is hoe wij ernaar kijken. We moeten investeren in de zwakste schakels in onze samenleving, zodat ook zij die inhaalslag plegen en in staat zijn om te kiezen, niet uit angst of uit armoede, maar uit overtuiging dat zij kiezen voor hun eigen ontwikkeling. Dat zij durven hun eigen keuzes vorm te geven zonder dat ze bang zijn dat ze niet tot een groep behoren, maar dat ze niet bang zijn om voor zichzelf te staan, voor zichzelf te... Dat er moet een nieuwe solidariteit vorm krijgen in onze samenleving, waarbij we ondersteunen om het goede te doen en het goede belonen en recht en wet voor iedereen. Was dat jouw vraag, Gilbert? Was dat jouw vraag? Ja, is goed. Ik ben tevreden met het beantwoord. Ik ben tevreden met het antwoord. Angelique, heb jij voor hem nog een vraag? Ja, ik zou graag willen weten hoe de ABOP kijkt tegen de opvatting van DA 91, dat op de lijst van die je verkiesbaar stelt, de mensen die je aanbiedt aan dit volk als leiders, dat er geen mensen daarop moeten staan die veroordeeld zijn of een opsporingsbevel op hun naam hebben. Dat is geen economische vraag. Het heeft wel met de economie te maken. Welke vraag heeft u? Een economische vraag vandaag. Ja, maar goed, ik kan het aan die economie verbinden. Hoe gaan we omgaan wanneer je de mensen die je kandidaat stelt voor deze samenleving en met leiding belast, hoe zullen zij omgaan om de illegale goudsector compleet uit te bannen? Ja, er is een stukje realiteit in Suriname. Je zit met een stukje... Ik had een discussie laatst met iemand over... Als je DNA-kandidaat wordt, wat moet je bagage zijn? Moet je een juridische achtergrond hebben? Want het is de taak van de DNA om wetten te maken en te toetsen. Maar dan zit je met de bevolking. Dus dit en volksvertegenwoordigers worden nog steeds gekozen door het volk. Dus je kan zeggen van die persoon moet niet op de lijst, maar de mensen stemmen wel op die personen. Dus een manier hoe je dit het probleem kan oplossen, is dat we bijvoorbeeld een eerste kamer creëren. Dus je hebt een tweede kamer waarin gewoon het volk in zitting inneemt. En dan creëer je een eerste kamer. En dan stellen we wel eisen aan de eerste kamer. Dus we kunnen wel zeggen van, je moet zo'n juridische bagage hebben. Je moet zo lang hebben gewerkt. En dan is het de taak van de eerste kamer om de wetten die doorgevoerd worden door de tweede kamer te toetsen en recht te trekken. Dus uw antwoord is? Het is een realiteit in Suriname. Als je democraat bent. En je zet iemand van dat kaliber op de lijst en mensen stemmen op hem of op haar. Dan moet je die democratie toch respecteren. All right. Een huiskamervraag? Jawel, die heb ik, Sheda. En het is een vraag waarvan de huiskamer graag wil dat beide partijen erop reageren. Om de beurt dan. Eerst de heer Gilbert en daarna mevrouw Angelique. En het leest als volgt. Graag de partijen tegen elkaar laten debatteren over het volgende. Vandaag heeft minister Financiën aangegeven dat de komende 6 maanden meer SRD's in de markt gepompt zullen worden middels verhoging van AOV, AKB, pensioentoelagen, etc. Zijn de gevolgen hiervan wel te overzien, omdat men nu bij de centrale bank ongedekt geld zal gaan lenen? Dus dit heeft te maken met de maatregelen die vandaag zijn aangekondigd en die nog 6 maanden geldig zullen zijn? En wat zijn de verwachte effecten? Dus als je kijkt naar organisaties die in crisis zijn en hoe je organisaties uit crisis haalt, kan je in de bedrijfskunde kijken direct naar een naar grote bedrijven, kan je direct kijken naar een hoe directeuren die bedrijven uit de crisis halen. En het belangrijkste daarbij is, Louis Gerstner Jr. zei, het belangrijkste is een stukje cultuur dat je moet aanpassen. En wat je nu hebt is dat partijbelang, politiek partijbelang, zwaarder weegt dan landsbelang. Dus je zit met, het lijkt voor mij op een politieke stunt, want dit gaat gewoon zorgen voor meer inflatie, want we gaan meer geld drukken. Maar aan de andere kant zit je ook met een stukje realistische nood waarin deze mensen leven. Ik was vorige week bij een dame op Zorg en Hoop en ze is gepensioneerd.
En ze zei dat ze niet uitkomt met de pensioen en de huur is 800 SRD. Dus het lijkt op een politieke stunt, maar we moeten wel echt kijken hoe we de gepensioneerden tegemoet komen. U zegt de sociale nood, volgens u zou dat ook wel aangepakt moeten worden? De sociale nood moet aangepakt worden. Aangepakt worden. Maar, Angelique? Ja. Ja. Zie daar waarom ik eerder in het debat niet in kon gaan op vragen over de cijfers. Omdat ook nu weer blijkt dat de geldhoeveelheid massaal vergroot wordt en we daar geen greep op hebben. Die heeft allemaal effecten voor de wisselkoers nadien, die daarvan een resultaat gaat zijn. Bovendien wil ik wel aanvoeren, het is populisme en het helpt de arme man helemaal niet. Het kan een realistische nood zijn, maar het is ook reëel dat hoe meer we dit doen, hoe armer de mensen gaan worden, hoe harder de klappen gaan zijn van het aanpassingsprogramma en hoe minder ze hun hoofd boven water gaan kunnen houden en hoe moeilijker het gaat worden voor ons om ze op te vangen. Dus niemand is hiermee geholpen. Als we de mensen willen helpen, dan betekent het dat wij realistische, dat wij gaan beginnen te bezuinigen in de top van dit land. Dat we beginnen de salarissen van de gezagsdragers te halveren. Dat we beginnen om al die ministers, al die 70 ministers van dit bewind, niet meer dan 3-4 maanden nog geld te geven en dan af te bouwen. We kunnen ons het niet permitteren. Dus en dat u zegt eerder bezuinigen. Financiering, bezuiniging. Okay. Bezuinigen in plaats van de mensen aan de armen. Supporten. Dat is wat we moeten doen. All right. John, heb jij nog toevallig een vraag? Is jouw vraag naar behoren beantwoord? Nou, eerlijk waar, Sherida, het is al aan de mensen van de huiskamer liggen of ze het bevredigend vonden. Ja. Dus dat is niet aan mij om vast te stellen. Maar er is wel degelijk nog een vraag. En dat gaat heel erg over de diversificatie. Vanuit de huiskamer staat dan ook hier diversificatie van de economie. Lijkt met de wisselvallige wereldeconomie steeds een grotere noodzaak te zijn. Hoe zal uw partij de diversificatie rond de Surinaamse economie aanpakken? En dat betekent dus heel concreet voor beide partijen, dus niet goud en hout. Hè? Dus we hebben het nu over diversificatie en welke rol ICT hierin speelt. Oké, een Suriname Welvaartfonds, waar je niet alleen de goede winsten van goud en hout inzet, maar ook assets. Bijvoorbeeld een houtkapconcessie van 20.000 hectare heeft al gauw een internationale waarde van 100 miljoen US dollar. Als je 10 daarvan in zo'n fonds zet. Maar het vereist vertrouwen. Men moet vertrouwen hebben in de regering. Dus dat is een van de manieren hoe je het kan klaarspelen. Maar het spel is vertrouwen. Hoe ga je geld creëren voor Suriname en diversificatie? Dus ik denk dat het idee van Rode Diesel de eerste partij is die dat heeft gezegd. Als je wil diversificeren, moet je gaan kijken. Je moet stappen naar staatsolie, want staatsolie heeft het geld. En dan moet je zeggen tegen, en ook niet zeggen tegen, maar samen zitten met staatsolie en zeggen, luister jongens, wij willen andere industrieën aanmoedigen. Maar dan zit je al met landbouw. En als je bijvoorbeeld denkt aan we gaan cassave exporteren of aardvruchten, dan ga je botsen tegen een Costa Rica. Dus ik heb al geëxporteerd. Als je bijvoorbeeld 4 producten exporteert naar een land, ik bots daar tegen een groot importeur. Wat hij doet, hij verlaagt zijn prijzen op die 4 producten die hij importeert en hij verhoogt zijn andere prijzen met een paar cent en hij gooit je zo uit de markt. Dus diversificeren. Je moet eerst in kaart gaan brengen, wat wil je doen? Als je zegt, we willen landbouw doen, goed. Surinamers houden niet van landbouw, dus we moeten landbouw dus u zegt diversificeren betekent in kaart voor u in eerste instantie in kaart brengen wat je precies gaat doen en wat we allemaal gaan verdienen. Waarom gaan geld maken, bijvoorbeeld? Angelique. Ja, daar ben ik. De diversificatie, daar zijn we heel duidelijk in. Het gaat onder andere om de productiesector. Ook in het licht van de COVID-19 moeten we eraan denken dat de komende tijden er nog effecten zullen zijn. Onder andere in de voedselvoorziening vanuit de verschillende landen waaruit we importeren. Dus we zullen moeten zorgen dat we onze agrarische productie stimuleren en de mensen daarin ondersteunen om het groter en beter te doen. Daarnaast kijken wij ook naar verhoging van, verwerking van het hout, dat we dat moeten stimuleren, dat er geen rondhout meer geëxporteerd wordt, maar dat die houtverwerking hier ter plekke plaatsvindt. Dan de ontwikkeling van het toerisme is ook een van de zaken die voor ons heel bijzonder is. En natuurlijk met dat eco-label erop.
En daarvoor allemaal is energie nodig, dus het herstarten van het West-Suriname-project, actualiseren daarvan, dat gaf ik eerder aan. En dan ook nog u had het over die ICT-economie, de mensen interesseren en bekendmaken met de banen die je in die ICT-sector kan vinden. Dingen zoals een online tutor, je kan bijvoorbeeld een online bakery zijn, online, weet je, dus dat het gebruik van de ICT in de broodwinning stimuleren. All right. Dan gaan wij naar Swami. Meneer Van Lierop, bij de beantwoording van de vraag van de huiskamervraag met betrekking tot de maatregelen die de overheid vandaag heeft aangekondigd in het kader van COVID-19. In uw beantwoording kan ik proeven dat die monetaire financiering niet uitsluit. Klopt dat? Ik kan het niet uitsluiten, nee. Gaat u, als u eventueel aan de macht bent na 25 mei, monetair financieren? We gaan met de centrale bank moeten zitten, met alle actoren moeten zitten. En als je het doet, ga je het misschien voor een heel korte periode moeten doen. Het is gewoon puur realistisch. En daarna geleidelijk afbouwen. Maar je kan het niet uitsluiten. Ik kan niet zeggen, we gaan het doen, maar je kan het ook niet uitsluiten. En je moet gewoon puur realistisch zijn. Er komen klappen. We gaan offers moeten brengen. Dus daarom zeg ik, we moeten kijken naar de importheffingen om dat te verminderen. Producten gaan duurder worden. Maar het is gewoon, we komen er niet onderuit. We moeten besparen op bepaalde gebieden. We moeten geen enkel land... Neemt u daarmee niet het risico waarbij je juist de armoede wil vermijden, verminderen, dat de armoede juist zal toenemen? Dus daarom gaan we bij de inventariteit... De productie brengen, niet 1, 2, 3 zo op gang. Nee. Dus daarom gaan we bij onze inventarisatieperiode... Kijk, ik ben nu 37 jaar oud. Ik heb SAP meegemaakt in 1990. Ik herinner hoe mijn oma rijst gewoon 5-6 keer moest wassen voordat je het kon gebruiken. Ik herinner de lange rijen om voor brood. En dat is een situatie die we niet terug willen. Dus daarom gaan we die eerste 6 maanden kijken naar vooral de sociaal zwakkere inventariseren. En kijken wat we kunnen doen om het zo draagbaar mogelijk te maken. Maar geen enkel land is uit de economische crisis gekomen door populisme. Right, geen populisme voor u. Dan kijken we naar... Is er een huiskamervraag? Anders gaan we naar Steven. John, is er één? Ja, zeker. Dan gaan we naar Steven. Angelique. Eigenlijk dat stukje van monetaire financiering is zo belangrijk dat ik dus deze vraag ook wil stellen aan Angelique. Mevrouw Del Castillo, sluit de jaar 91 elke vorm van monetaire financiering uit? Nee, we kunnen niet elke vorm van monetaire financiering uitsluiten. Echter zal het niet onze eerste keuze zijn om daar te over te gaan. Als ik u reeds aangaf, in de eerste 3 maanden zijn wij van plan, die nemen wij voor die inventarisatie. Echter moet die overheid en de salarissen moeten betaald worden. De overheid moet doorfunctioneren. Dus we zullen in die periode misschien dat wel moeten overwegen. Want we moeten dat mechanisme misschien inzetten om voor die 3 maanden te garanderen. Maar het is niet onze eerste keuze. We zullen eerst proberen om met datgene wat beschikbaar is, daarom gaan we ook die schulden on hold zetten, die aflossing voor 3 maanden, zodat we ruimte creëren om te voldoen aan de noodzakelijke verplichtingen. Zonder financiering. Loopt u dan niet een heel groot risico dat het stabiliseren van de wisselkoers veel langer op zich laat wachten, want elke een stap van monetaire financiering brengt de wisselkoers nog verder omhoog. Ja, nee, dat risico lopen we zeker. Maar er zijn keuzes die we gaan moeten maken. We gaan keuzes. Het wordt geen prettige rit, maar het moet wel een verantwoordelijke rit zijn, waarvan we het zodanig overzichtelijk houden dat het niet te lang duurt. We willen geen aanpassingsprogramma van 10 jaren. Oké, geen aanpassingsprogramma van 10 jaren. Gilbert. Of Gilbert van Lierop. Een vraag van mevrouw Castillo. Hoe ziet de economische vraag voor de jaar 91? Waar denken jullie exact te besparen in de komende 3 jaar? En hoe lang denken jullie dat het duurt voordat we uit de crisis komen? Nou, laten we met het laatste beginnen. Een crisis die in de afgelopen 10 jaar voor ons gecreëerd is. Daar komen we niet uit in 6 maanden. Ik ga geen sprookjes hier vertellen. We zijn een eerlijke partij. We zeggen de dingen zoals het is.
Dus we gaan beetje bij beetje de crisis uitkomen, maar we gaan gestructureerd te werk gaan, zodat we elke keer een stap vooruit doen en daarbij geen twee stappen terug. Dat is het eerste deel van de vraag. En het andere van waar we op denken te besparen. Nou, ik heb verschillende aspecten genoemd, onder andere. Een belangrijk deel daarvan is op de voorzieningen voor gezagsdragers, voor ambtsdragers, dat we daarop gaan besparen. We hebben ook aangegeven dat we gaan besparen door de objectsubsidies om te zetten in subjectsubsidies. En bovendien gaan we de inkomsten verhogen door de belasting te heffen voor al diegenen die het nu niet betalen. Oké. Okay. Heeft u misschien een vraag voor Gilbert? Ja, ik zou graag van hem willen weten hoe de ABOP omgaat met het milieu in een economische planning. Dus daar is weer een stukje realiteit. Je kan zeggen van we verbieden kwik per morgen. Maar Suriname per direct failliet. Dus je moet het afbouwen. En je kan... Hoeveel mensen zijn afhankelijk van de goudsector? We zijn in de afgelopen periode bezig geweest met onderzoek naar kwikvrije methoden. Je kan denken aan shaking tables. We hebben geëxperimenteerd met shaking tables. Ons wetenschappelijk bureau heeft onderzoek gedaan naar centrale verwerkingsplaatsen in het binnenland zetten, zodat je wanneer je goud al hebt verwerkt, wanneer het zo uit die sluis komt en je stopt in de emmer, dat je naar een bepaalde plek kan gaan, zodat we het kwikvrij kunnen scheiden. Maar al die dingen vereisen investeringen. De ALP is de afgelopen 5 jaar ook al naastig op zoek naar investeerders in de goudsector. En het gaat niet alleen om geld, maar een stukje kennis die we ontbreken. Dus geleidelijk afbouwen, misschien in een periode van 5 tot 10 jaar. En als je praat over bosbouw, maar ook ecotourisme. Is ecotourisme echt duurzaam? Als ik nu 500 Duitsers naar Kamalasemutu stuur en ik laat ze een boswandeling doen, is dat duurzaam? Nee. Er vinden vernielingen plaats. Dus je moet een soort balans vinden. Het is eenmaal zo, we kunnen er niet onderuit. Als de heren uit het binnenland met hun goud bijvoorbeeld zeggen, minego afotomoro, minego bij de wagi, minego bij krosimoro, nou, dan gaat het zwaar gesteld worden met de industrie in Paramaribo. En dat kan ik je 100% garanderen. Dus u zegt, u bent wel bezig met het milieubeleid en dat onder andere door een andere methode van kwik. Ja. Andere methode van goud zoeken. Goud zoeken. Goudwinning. Alright, goudwinning. Alright, dan zijn er geen huiskamervragen meer. Ik wil mevrouw Angelique del Castillo en de heer Gilbert van Lierop hartelijk danken voor deze avond. En in ieder geval alvast het panel vragen voor een slotcommentaar. Wij vragen eerst de heer Swami Girdari om zijn bevindingen te geven over vanavond. Oké, bedankt de twee inleiders van de twee politieke partijen. De constatering is dat beide politieke partijen, mocht zijn als ze na 25 mei aan de macht komen, een periode zullen nemen om te inventariseren. ABOP heeft 6 maanden nodig en DA91 3 maanden. Dat kan ik best wel begrijpen, maar het is toch wel een beetje teleurstellend. Omdat de financieel-economische crisis op dit moment zo ernstig is, dat het toch wel nodig is dat op basis van de gegevens die er zijn, er een aantal exercities gedaan dienen te worden, waarbij men kan aangeven dat op basis van de beschikbare data, men van plan is een aantal maatregelen te treffen om die verarming verder te stoppen. Verder hebben beide partijen aangegeven dat ze de belasting zullen hervormen, dat ze de informele economie en zeker de goudsector in de formele sfeer wensen te brengen. Jammer dat er geen echt concrete cijfers daarbij genoemd zijn. Ik heb het niet over exacte cijfers, maar bij benadering. Verder ook dat als het gaat om de staatsschuld, als het gaat over de inflatie en als het gaat over de andere kerngetallen, dat men niet echt daarover verder is uitgeweiden. Als het gaat om de inkomstenkant van de staat, als het gaat namelijk de productie te verhogen, stimulerende maatregelen te treffen voor ondernemers, heb ik geen concrete maatregelen gehoord. En ik denk wel dat de kiezer daarop recht heeft. De kiezer wil graag weten waar de partijen voor staan. Dus het lijkt me dat de partijen in de komende periode wat meer aandacht daaraan zullen besteden. Maar alsnog, dank je wel voor jullie presentatie naar de samenleving toe. Dank je wel. Ik wens u beide succes toe. Dankjewel, Swami. Steven?
Ja. Slot commentaar. Ja. Vandaag hebben we twee partijen gehoord die qua inzichten, qua invalshoeken behoorlijk van elkaar verschillen. En dat is goed ook. Toch moeten we voorzichtig zijn om alles in één keer te doen. Bij beide presentaties kwam gaandeweg naar voren dat, maar het past natuurlijk in de context waar wij leven, de crisis waar wij leven, dat jullie echt veel in één keer willen doen. En het kan verrassende consequenties met zich meebrengen en het programma naar een lastig parket brengen. Dus er is veel voorzichtigheid daarbij. Denk zeker na over een stappenplan, zodat je prioriteiten kan leggen. Het geeft een bepaald voordeel, namelijk een financieel-economisch voordeel, als je de prioriteiten hebt voor het eerste jaar en daarna de prioriteiten voor de twee volgende jaren. En het geeft ook een bepaald gemak om de rest van je programma uit te voeren en te corrigeren waar dat nodig is. Zoals Swami al zei, we hebben wel graag wat cijfermateriaal. Soms klinkt dat een beetje hard in de oren van mensen, want het lijkt lastig om met harde cijfers te komen, maar dat vragen we niet precies. Gewoon kwantificering is belangrijk. Kwantificering is niet alleen voor ons belangrijk, maar zeker ook voor degene van wie wij deze programma's maken. Uiteindelijk heb ik dus veel uitgangspunten van jullie gehoord, veel beleidsmaatregelen. En ik wens jullie beiden heel veel succes toe met de voortzetting van de campagne. Dank u wel. Dank u wel, Steven. Kijkers en luisteraars, vandaag bent u door ABOP en DA91 geïnformeerd over hun ideeën ter ontwikkeling van de economie van ons land. We hebben nog één dialoog te gaan en we hopen dat deze dialoog u genoeg stof zal bieden om 25 mei aanstaande de juiste keuze te maken. Maar voordat we verder gaan, gaan we nog even terug naar Lonies Heuvel om u nogmaals de informatie te geven van vrijdag en maandag aanstaande. Lonies. Ja, Sherida. Vrijdag hebben wij dus een discussieavond. Dat wordt gehouden in La Roek. En tijdens deze discussieavond met als titel Goede cijfers, goede tijden, zal er een demonstratie worden gegeven door Gerard Lau en Steven Debbie Bussat. En die gaan dan kijken naar een model en het beleid wordt daarop, we gaan kijken naar het beleid. Wat zijn de maatregelen en wat is het gevolg van die maatregelen op het model? Verder hebben wij op 18 mei. Ja, het bijzondere evenement van de VES, dat is dus net voor de verkiezingen. En dan krijgen vier partijen de gelegenheid om hun visie op de economie van Suriname te delen met de samenleving, met de kiezers. En natuurlijk ook hoe zullen zij dat aanpakken als zij de gelegenheid krijgen. Het is een heel bijzonder evenement. En we nodigen mensen natuurlijk uit om deel te nemen. En dat kan natuurlijk ook door te kijken naar de YouTube, de huiskamer, de televisie, op de radio. In de media wordt er meer informatie verstrekt. En we zullen dus de mensen informeren over hoe dat werkt. Goed, geweldig. Dus, dankjewel, Lonies. Kijkers en luisteraars, wij zien u graag donderdag 14 mei terug, wanneer wij te gast hebben PL Palu Pro. Een hele goede avond. Panelleden, inleiders, de presentatoren van de politieke partijen, heel hartelijk dank. En ook aan John natuurlijk met de huiskamervragen. Dankjewel. Fijne avond.